Dat is dit. Nou, dan ben ik volgens mij goed voorbereid. Nou, fijn dat jullie ook zijn. Ik denk dat dit is... zeker. Dag Ruud Lammerink. Hey, dag Ruud Lammerink. Hoi. Nou, we zijn natuurlijk net andermaal weer. Dat zal denk ik jullie ook weer opvallen met een wat kleiner clubje. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken, denk ik, dat soms heb ik er wel een beetje spijt van. Dat kun je ook wel voorstellen. Dat ik online aanbied. Want dat geeft namelijk de mogelijkheid om deze les toch te volgen. En dan uiteindelijk dat om natuurlijk een hele duidelijke en legitieme reden om gewoon uiteindelijk dan thuis te zijn. Omdat de loodgieter komt of er zijn allerlei oorzaken waarom dat kan. Maar we horen eigenlijk in dat volle sterkte toch inderdaad 15 man hier te hebben. En dan mag je nog rekenen dat aan de andere kant van het verhaal, dus de online uiteindelijk mogelijkheid, dat er ook nog eens een keer denk 5 mensen bij opgeteld moet worden. Dus we hebben toch een vrij grote groep, maar dat zal zich niet altijd in het lokaal uiteindelijk manifesteren. Wel gezegd moet worden, en daar ben ik een beetje bang voor, toen ze, want ik wist nu ook niet waar we terecht zouden komen. En wat dat betreft, Taco, degene die je beheert, daar heb ik uiteindelijk natuurlijk altijd het volste vertrouwen, is heel gastvrij. Dus, maar hij zei, je zit in een andere ruimte. Toen dacht ik, dat moet wat worden. Hè. Het is altijd natuurlijk dat we de idee dat we in het lokaal zitten. En dan die andere ruimte, daar zou je zomaar een beetje wantrouwend van kunnen denken. Ja, dat dat dan de kelder zou kunnen zijn. Of de zolder. Of wat er dan overschiet. Nou, ten eerste, qua ruimte zijn we er echt vierkante meters. Hè. Zijn we er enorm op vooruit gegaan. We kunnen zelfs nog vanmiddag loungen. Hè. Dat merk je, dus een hoek om dat te doen. Dus er is iets bijgekomen, maar het belangrijkste denk ik voor deze middag, en dat zal wel even wennen zijn als we volgende week toch weer terugkeren naar het lokaal, is de tafel. Ja, is de tafel. Die hebben we in de andere ruimte hebben we dat niet. Dus dan denk ik dat, dan zou er nog een klein amendement kunnen uitgaan naar de organisatie met daarin besloten vraag of we niet hier zouden kunnen blijven. Nou, dat kan niet, want dit is niet van hun. Dus dit is een andere organisatie die gebruikt dat met regelmaat voor allerlei doeleinden. Dus je hebt ook een programmering. En het kwam eigenlijk dat heel goed uit dat we vanmiddag hier toch uiteindelijk terecht zouden kunnen. Wat betreft de koffie is de zorg, dat zie ik ook wel bij alle ogen. Gaat er vanmiddag wel koffie komen? Ja, die gaat er komen. Nee, in de sfeer van een beetje... de prins is hier een uur. Dus die zal om 2 uur, als het goed is zullen we er niks van meekrijgen. Maar die loopt om 2 uur met zijn gevolg uiteindelijk binnen en dan zal die tot 3 zal die blijven. Dus op het moment dat wij uiteindelijk onze gedachten uit laten gaan naar de koffie, dan kan het best zijn dat de prins uiteindelijk al de deur uit is, maar dan zul je nog wel merken, in de mensen die hier rondlopen, en je weet net hoe de organisatie hier is, dat de mensen zelf nog wel uiteindelijk dat een beetje hyper de piep zijn door uiteindelijk dat datgene wat net uiteindelijk hier voorbij is gekomen. Nou, misschien wel leuk om dat toch even mee te kunnen nemen. Jaren geleden was een vriend van mij uiteindelijk dat was Prins Carnaval. Dus ik heb dat 1 keer van heel nabij mee mogen maken wat er allemaal dan bij komt kijken. En dat weten jullie waarschijnlijk ook. De man heeft dan echt een hele volle agenda. Met vaak ook dit soort instellingen, waar ze uiteindelijk dan met plezier uiteindelijk binnenkomen. Omdat de medewerkers van Firma Stix zijn natuurlijk inderdaad onder de indruk. En dat zie je niet heel vaak, maar ze hebben allemaal hun kostuum ook uit de kast gehaald. Lopen allemaal op kleine prinsjes eigenlijk en prinsessen uiteindelijk rond. Dus al met al, hij wordt op een hele mooie wijze volgens mij ontvangen. Dus koffie komt er. We moeten natuurlijk straks wel even dat kleine eindje lopen, maar dat even daarvan. Nogmaals, we zijn dus weer bezig met ook online en on demand. En ik weet niet of dat goed begrepen is, maar de les die ik nu geef, dat is eentje die wordt opgenomen. Vandaar ook inderdaad niet alleen de camera's voor de online, maar ook inderdaad een opname. En die kun je dus de hele week tot maandagmiddag 4 uur, want dan kom ik zo meteen thuis en dan gaat hij er weer vanaf. Hè. Dan komt er de volgende voor in de plaats. Maar die kun je dus de hele week nog een keer kijken als je dat zou willen. Dus dat is in principe de luxe van deze middag. Andere cursussen die ik geef, die zijn wel online. Maar dat on-demand is op zich niet veel werk. Maar het kost gewoon heel veel tijd om hem te downloaden. Dus dan ben ik toch gewoon net 1 uur, 1.5 uur mee bezig. Voordat dat hele verhaaltje via YouTube dat bereikbaar wordt. Ja goed, dan begrijp je met al die cursussen die ik geef dat is gewoon niet te doen dus. En vandaar die maandagmiddag wel. Dat is een beetje zo gegroeid. Hè. Ik weet ook niet wat de oorzaak precies is, maar die is on demand. We zijn de vorige keer bezig geweest met Art Deco. En misschien hebben jullie wel thuis gekeken. Ik kan zeggen, Inge, dat je denkt, dat is toch verdorie. Een van de zaken die we voorbij hebben zien komen.
Nee, wat ik daarmee zeg is dat uitdenk via misschien wel een achterdeur, hè? En dat zou zomaar een erfenis kunnen zijn geweest, uitdenk de Art Deco toch wel binnen is gekomen. Uitdenk dat over het algemeen wordt ze minder makkelijk herkend. Hè? Wat is Art Deco? Uitdenk dat, hè? De verwarring hopelijk die daar gezaaid wordt in ons hoofd tussen Art Nouveau en Art Deco, die heb ik vorige week net hopelijk een beetje weggenomen. Hè? We hebben toch even wat punten op een i gezet. Waardoor uiteindelijk ten eerste belangrijk, en dan om het te noemen, 1925. Dat is cruciaal, want dat is het jaar van de Art Deco tentoonstelling in Parijs. En met die tentoonstelling, wordt eigenlijk iets zichtbaar van een stijl. Maar bedenk wel daarbij, hè, als dat zo is, na 1925 Parijs. Ja, dat uiteindelijk de stijl wel natuurlijk al zich heeft gemanifesteerd. Het is meer een conclusie, dat heeft nu zo'n wereldtentoonstelling in zich. Dat, dan staan er een heleboel dingen naast elkaar. En juist door het vergelijk te kunnen maken, viel toen op dat wat er allemaal naast elkaar stond, dat uiteindelijk een zekere gemeenschappelijke geest kende. Dat is ter plekke bepaald, en ik heb dat zo neergezet. De vroege Art Deco zou je willen typeren, om even weer een handvat te hebben. Door ten eerste het vrij algemene verhaal van de geometrische vorm. En dan roep je in de wereld van vormgeven, ook in de wereld van de architectuur, lijkt de geometrie sowieso een heel handzaam uitgangspunt. Maar nu is het niet alleen een basis voor het ontwerp, maar wordt ze ook in de Art Deco een middel tot decoratie. En met dat concludeer dat de Art Deco wordt gedefinieerd door cirkel, vierkant en driehoeken, zijn we ook bezig om het onderscheid met de Art Nouveau neer te zetten. Tenminste, deels, want dat mocht vorige week al een beetje de verrassing zijn, dat binnen dat kader van de Art Nouveau, ik moet dat misschien even nog preciezer worden, we spreken over dat wat zich in het laatste decennium voor de eeuwwisseling voordoet, hè, 1890, 1900, dan hebben we het over Horta, hebben we het over Gaudi, en dan zeggen we die twee meteen bij de leuven pakkend. Dat zijn mannen die worden bepaald in hun taal, vormgevingstaal, door het organische. En dan merk je meteen dat ik al een beetje wat dingen neerzet. Want zij wel, maar die Hofman bijvoorbeeld in Wenen en die McIntosh in Glasgow, die juist per definitie niet. Hun taal, als je in beelden kijkt, is die van notabene van de geometrie. Dus dan praten we over het vierkant bij McIntosh, die Hofman in Wenen, 1905 de Werkstätte die oprichten, wordt ook bepaald door het vierkant. Ja, hoe kan het ook anders, zou ik zeggen, als je de bijnaam krijgt, Quadrataal Hofman, het zal je maar overkomen. Dat betekent iets dat, sommige mensen werden wel een beetje gek, niet van hem, maar van al die vierkantjes die hem bepaalden. Dat zorgde wel voor dat wat hij maakte aan meubilair, aan toegepaste zaken, heb je het over servies, heb je het over bestek, noem maar op. De architectuur idem dito werden allemaal wel bepaald door dat ene, door die geometrie, door dat vierkant. Dus dat zorgt ervoor dat je, als je dat allemaal bij elkaar ziet, de ervaring hebt van een gesamtkunstwerk. Nou, dat woord gesamtkunstwerk is een wat lastige, want ik ben het eerder genegen om te gebruiken voor met name dat eerste gezamenlijk kunstwerk, een gesamtkunstwerk. Maar het wordt ook wel in de vroeg 20e eeuw een beetje gebruikt of misbruikt, om vooral te duiden op de eenheid. Want gezamt is nog net niet het verhaal. Hebben we het over de Art Nouveau, dan is het de stijl van een persoon, één. In dit geval Hofman, die de andere ertoe brengt om, Horta, onmiskenbaar, de regisseur. En dat laatste, dat is nou net niet de Art Deco deelachtig. Want dat is het verhaal van eerder allemaal aparte ontwerpen, die notabene in 25 op die tentoonstelling in Parijs zich tonen. Hè? Maar dan bij elkaar gebracht in een interieur, en ik heb dat geadviseerd de vorige keer, zeg van luister, als je, misschien wel dat je denkt van, ik weet niet hoe dat zit in België, weet je dat, met carnaval? Doen ze daaraan? Ja, dat zal misschien ook wat feestgedruis bepalen. Zeg maar. Ik heb dan zo'n stil vermoeden dat als je naar Brussel gaat, in de, een soort advies voor de carnavalsvakantie, die gaat komen, hè, dat je dinsdagmiddag, ik heb zo'n addicted, hè, ik ben verslaafd, dus architectuur moet gewoon één keer per week voorbij komen. Ja, dan zou je denken, dan reis ik af naar Brussel en dan ga ik naar het huis van Buren kijken. Ik heb het de vorige keer al genoemd, hè.
het echtpaar van buren, Puissant, het denk rijken, ongelooflijke welvaart. Maar ik denk dat die welvaart toont zich ook in huis. En dat huis is een van de weinige, ik ken het in Nederland niet zo volledig, maar een van de weinige woningen waarvan je als je binnenkomt, ook meteen bij alles kunt roepen, dit is Art Deco. Art Deco van 1925, omdat het echtpaar waar we het over hebben, juist op die tentoonstelling in Parijs, een aantal dingen hebben gekocht en daarnaast ook in kennis hebben gemaakt met een aantal ontwerpers die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het huis. Nou, dan is het leuke als je daar binnen loopt, dat je niet ervaart dat het allemaal verschillende ontwerpers zijn, maar dat het op een hele mooie wijze allemaal bij elkaar past. Alleen daarbij wel gezegd, de dingen die daar staan, ja, die hebben eigenlijk nog nooit echt geweten dat ze bij elkaar zouden kunnen komen of dat ze bij elkaar kwamen. Terwijl bij Art Nouveau daartegen, dat stond alles waar al bij elkaar in het hoofd van de ontwerpen. Dus dat is een belangrijk verschil. Hè? De Art Nouveau heeft een idealisme. De Art Deco is in zekere zin commercieel. Ik wil niks afdoen aan de schoonheid of whatever, hè? Maar de insteek is anders. En het is dus niet de gedachte dat een nieuwe vorm van leven aan te bieden. Zoals Henri van der Velde, een van de belangrijke representanten van die Art Nouveau, hè? Die na het mooie moment in zijn leven is dat hij 1894 verhuist. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, laat alles maar staan. Dan is alles wat hij in het nieuwe huis, niet alleen het huis zelf, maar ook het interieur en notabene ook nog eens keer de garderobe van mevrouw van der Velde, die is ontworpen door Henri. Dus al met al, dan is alles wat daar naar het hangt staat, is allemaal nieuw. Nou, en die nieuwheidsgedachte of dat heerlijke elan van de Art Nouveau, ja, dat mogen roepen bij de Art Deco is niet helemaal meer de werkelijkheid van de Art Deco. Dat is meer commercieel, meer gedacht om te verkopen. In Nederland een mooi voorbeeld van Art Deco, roepen heel veel, is de bioscoop Tuschinski in Amsterdam. En een man die daar heel belangrijk als vormgever een rol speelde, was Eisenlöffel. Die hoorde vroeger bij toch wel de Nederlandse arts and crafts, hè? Maar in de jaren 20 Eisenlöffel. En die Eisenlöffel, ook wel heel leuk, die kom je dan bij dat huis van buren. In Brussel kom je die weer tegen. Want die heeft een prachtige kroonluchter in de hal voor dat huis in België gemaakt. Dus dat vertelt ook iets over de expertise. Beter dat de kwaliteiten die we niet alleen wat betreft de Art Deco over de grens moeten zoeken. Ja, maar Nederland ook echt wel dat de representanten van de Art Deco. Art Deco werd wel, die wordt altijd een beetje afgedaan, hè. Als je dan zegt, ik heb Art Nouveau, dan heb je binnen Cosmo een keer 10 man voor de deur staan. Die allemaal willen komen kijken, denken, oh, Art Nouveau. En als je dan zegt Art Deco, dan sommigen halen daar een beetje schouder mee op. En, je zult wel Art Deco hebben. Dat is niet helemaal conform, de werkelijkheid. Want jaren geleden klopte dat. Nu tussentijd is Art Deco ook wel echt een collectors item geworden. Hè. Heel veel mensen hebben er oog voor, weten namen. Hebben we de vorige keer genoemd. Hè. Stukje glas van meneer Lalique bijvoorbeeld. Is wel echt, is dat een Lalique? Ja. Ja, is dat een Lalique? Oh, wauw. Maar even aanwijzen. Lalique kun je kijken. Doesburg. Het stadje in de buurt van is een Lalique museum. Ook wel leuk om even te weten. Maar goed, hoe dan ook. Voor glas bijvoorbeeld Lalique en Edgar Brandt hebben we ook genoemd. De man van het ijzer. En we hebben Roelman genoemd sowieso. Een hele indrukwekkende ondernemer. Nou, dat hebben we allemaal bekeken. Vandaag doen we iets anders. Dus ik hoop een beeld geschetst te hebben van die Art Deco, hè? Van die Art Deco, van de Europese Art Deco. En dat hoort natuurlijk eigenlijk net niet zo in het bereik van de architectuur. Want er zijn natuurlijk net collega's die zeggen, we hebben het alleen over de echte kunst. Art Deco, dat is twijfelachtig. Die gaan dan wat stuk op het decoratieve. Dat is eigenlijk geen zuivere koffie. Dat is alleen maar aankleden. Dat is alleen maar, dat is een gebouw van een schortje voorzien, zonder dat het echt betekenis heeft. Dus je zult wel merken, het is niet altijd makkelijk. Maar er zijn natuurlijk net momenten dat je dingen van het Bauhaus zou kunnen verwarren met dingen van de Art Deco. Dus want het Bauhaus wordt bepaald door diezelfde geometrische vormentaal die we overal de Art Deco toedichten. Dus dat is ook een dingetje. En toch zit er wel, ik hoop dat ik in de cursus net een beetje vorm aan kan geven aan de scheiding der geesten. Maar er is wel een verschil tussen Bauhaus en tussen Art Deco. En het is heel simpel, maar de Art Deco is decoratie. En het Bauhaus is, ik zou bijna roepen, Bauhaus is gewoon Bauhaus. Dus dat is een hele andere insteek. Nou, Amerika,
Ja, dat roepen we denk ik rustiger. Denk. Het is natuurlijk een land van enorme, hoe zeg je dat? Van enorm elan, hè, zou je denken. Ja, teleurstelling aan het land is eigenlijk dat het mag elan zijn. Het mag uitdenken dat nog iets uitvieren van een 19e eeuwse. Ja, ik denk dat behoefte aan het nieuwe. Hè, denk, we kennen natuurlijk allemaal denk, het verhaal van die enorme immigratiestromen die uiteindelijk dat het land hebben bepaald. Maar heel veel immigranten kwamen natuurlijk wel uit Europa. En dat heeft lange tijd de Amerikaanse vormgeving wel een beetje denk, op haar plaats gehouden. Beter denk, dat veel Amerikanen hadden met die origine, en dan misschien niet in de eerste graad, maar toch denk, dat, zeg maar, een generatie daarvoor of een generatie daarvoor, hadden wel denk, dat een diepe een verlangen naar het oude land, Europa. En hadden ook wel een bewondering voor het oude land, want dat had tenslotte historie. En, en het nieuwe land kende geen geschiedenis. Dus al met al, er is een lange tijd geweest in Amerika, zeker zo net na 1900. Hoe zeg je dat, naar antiek, of beter naar wat ooit voorbij Europees het was. Dat heeft de Amerikanen bijvoorbeeld, ik weet niet of dat de enige reden, maar een factor is, ze waren niet gerepresenteerd op die tentoonstelling in 1925. Dus daar in Parijs waren de twee landen die ontbraken. Dat was enerzijds Amerika, dat had zichzelf niet gepresenteerd. Rusland bijvoorbeeld naar de Wel, hè? Want dat heeft dan al niet meer de naam Rusland, maar in 1925 heeft het de naam van de Sovjet-Unie. Die zochten een mogelijkheid, een forum, om die tentoonstelling te gebruiken, hun nieuwe maatschappelijke ideeën te etaleren. Maar het andere land wat ook niet vertegenwoordigd was Duitsland. Op die tentoonstelling vond je geen Duits paviljoen, maar dat begrijpen we allemaal. Want die oorlog met alle ellende die daar voorbij kwam, die zit bij iedereen het vers in het hoofd. Ja, en is het niet die gedachte aan die oorlog, dan is het sowieso bijna de economische onmogelijkheid net van Duitsland om zich te presenteren. Want ja, economisch kijken we naar een behoorlijke tweespalt. Hè. Is net Frankrijk getekend door woorden als l'année folle, hè, of het Engels, roaring twenties. Hè. Dus in Frankrijk heel veel mensen die iets ervoeren van een, sommigen schrijven het ook in hun brieven, achteraf terugkijkend, die 20 jaar, dat was één groot feest. Dat was één groot feest, dat was één happy periode voor de Fransen. Ja, voor de Duitsers geldt dat minder, dat zul je in alle andere teksten ook wel een beetje lezen. De economische, dat malaise is daar groot, dus niet vertegenwoordigd. Maar wij gaan vandaag natuurlijk omgekeerd optimistisch kijken naar de andere kant van de oceaan. En hoe een land zichzelf een vorm geeft. Een vorm geeft. En dan moeten de Amerikanen heel duidelijk bewonderen. Of ze hebben iets gedaan wat tot de dag van vandaag net van belang. Ik leg er een beetje een deken van geheimzinnigheid over. En ze hebben iets gedaan. Hè? Maar daar gaan we straks net zeker over hebben. Over wat daar aan de bijdrage van de Art Deco kan worden genoemd. We gaan eerst even terug in de tijd. Want iemand zei ooit, Amerikanen niet vertegenwoordigd. Iemand zei, ja, het enige wat die Amerikanen ook hadden kunnen doen, was een wolkenkrabber hier neerzetten. Want dat was wel typisch. Dat was wel, ook voor velen heel duidelijk bewonderenswaardig. Die hoogbouw in Amerika, die zo'n enorme, vlucht had genomen. Nou, als dat, dus de Amerikaanse bijdrage aan de architectuur, hè, van het moderne. Ja, dan mag je natuurlijk ook niet verbaasd zijn. Dan mag je ook niet vandaag, verbaasd zijn dat we vandaag het over wolkenkrabbers gaan hebben. Er zit een beetje een dingetje aan, dat een wolkenkrabber heeft nu genaamd imposante verschijning door zijn hoogte, maar als het gaat om decoratie bijvoorbeeld, ja, dan kom je met een wolkenkrabber best wel lastig thuis. Want we zeggen met z'n allen, de top van zo'n gebouw is altijd de kroon van het gebouw, is nu datgene waar je dan met decoratieve bedoelingen kunt uithalen. Dus dat is dat is even een beeld om bij stil te staan. Dat de wolkenkrabber aan zich imponerend is, maar als het gaat om decoratieve architectuur, de enorme afmetingen van zo'n gebouw ook een beetje de decoratiemogelijkheden weerspreken. Wolkenkrabben zijn natuurlijk en daar beginnen we maar even mee hopelijk. En ik zal even schakelen. Ik was wel even onder de indruk dat iemand binnenkwam, maar oké, dit is nu waar we het straks over gaan hebben, de Chrysler Building. Omdat die over het algemeen wordt genoemd als Art Deco, toren bij uitstek. Nou, daar kunnen we met elkaar over discussiëren, mening, zijn daar verschillend over.
Wat je wel nu al op afstand ziet, is in ieder geval dat hij een eigenheid heeft. En dat bedoel ik mee, ik denk dat hij niet refereert. En dat de eigenheid, als we die letterlijk toespitsen, ik denk in de spits, hè, dat daar de taal van de Art Deco, ik denk zoals net genoemd, wel ik denk, zich laat, ik denk, het, laat aanwijzen. Het is geometrisch. Hè. Het is bepaald door ik denk, het, vormen die we, ik denk, het zijn de driehoeken, het is ik denk, de cirkel, die daar, ik denk, toch het beeld daarboven ik denk, bepaalt. Ook een zekere dynamiek, hè. Maar hoe dan ook, ik denk, daar toont zich ik denk, die Art Deco ik denk, natuurlijk duidelijk. Hè. Voor de rest van de buitenkant zul je merken, dat is dat niet zo expliciet. Maar binnen daartegen laat zich ik denk, die Art Deco nog wel weer ik denk, heel goed, goed aanwijzen. Eerst even terug naar het begin van de wolkenkrabberbouw. Er moet natuurlijk altijd iemand met de eer gaan ik denk, het strijken. Dit, is, ik denk, dit zijn de feitelijkheden van de Chrysler Building. Hè. Maar de wolkenkrabber ontstaat niet in New York. En hoe sterk we de stad ook net identificeren met wolkenkrabbers en met hoogbouw. De wolkenkrabberbouw denk, heeft zijn origine in Chicago. Daar denk, worden de eerste wolkenkrabbers denk, gebouwd. En een belangrijk denk, dat voorwaarde voor het kunnen bouwen op deze manier. Het wil niet zeggen dat het denk, dat de allereerste wolkenkrabbers. Er zijn wel denk, dat bouwwerken in Chicago. Monadnock Building bijvoorbeeld, om er eentje te noemen. Het staat niet op dat lijstje, maar dan voert het wat ver. Die heeft denk, dat beneden heeft die muren van denk, dat 3 meter dik. Om zeg maar, een beetje de last te kunnen dragen van wat daarbovenop werd gebouwd. Dus de hoogte heeft nu net in de oude bouwtechnieken een nadeligheid. Naarmate hoger, meer massa om zeg maar, de massa daarboven op te vangen. Dat betekent wat betreft net vierkante meters. Gaat nu nou om naar toch een bouw die commercieel gezien vaak zijn succes beleeft. In de begaande grond vierkante meters. En daar wil je veel ruimte om dat te kunnen verhuren. En die hele dikke muurdelen, die stonden daar een beetje als waren in de weg. Niet alleen dat, maar ja, met baksteen metselen of met natuursteen bouwen, een toren als deze. Ja, dat heeft sowieso heel veel problemen. Dus er komt een bijzonder moment. En dat is de man die daarvoor verantwoordelijk is. Laat hem even zien. Prachtige naam. Hè? Je hebt wel eens ik weet niet of je. Ik doe dat af en toe. Dat ik dat, dat kun je denken als dan weer, hè, volgende week is het weer zover. Dan komt Frank Lloyd Wright natuurlijk naar in beeld. En wat ik dan altijd naar doe, of wat dan automatisch gebeurt, is dat beroemde liedje het zingen van Simon & Garfunkel. Frank Lloyd Wright. Nou, je kent het wel. Verder ga ik ook niet in voor alle duidelijkheid, want dit is het, hè. Nee, maar en nou zou je bij de man die hiervoor verantwoordelijk is, zou je eigenlijk nou ook wel graag iemand willen weten. Hij is niet zo, hij is niet zo bekend. Maar de naam daarentegen, die leent zich heel goed volgens mij voor een muzikale tekst. Ik zal hem even noemen. William Le Baron Genie. Nou, hoor je het al een beetje, de muziek? Dit is hem. Dit is de man die dat doet wat we net al zagen. Hij is een man van de staalskeletbouw. Dus, want dat is eigenlijk wat je net zag. En dit is een staalskeletbouw. En dat is een ware revolutie, denk ik, in überhaupt de latere architectuur. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Maar in eerste instantie, wat betreft naar de hoogbouw, is dit denk ik, natuurlijk het middel om met veel minder denk ik, massa denk ik, iets denk ik, te realiseren van denk ik, een indrukwekkende hoogte. En denk ik, daarnaast, dat zien we ook al, heeft dit de potentie in zich denk ik, om denk ik, meer ruimte te genereren. Of dat net in het begin gebeurde, we weten dat de oude hokjesgeest van denk ik, zeg maar, kamers nog wel een tijd doordendert. Maar je ziet wel dat dit, denk ik, dit skeletbouwen, dat het in de toekomst denk ik, iets zal gaan opleveren van alleen nog maar ruimtelijkheid met hier en daar een kolom. Dus dat is denk ik, zeg maar, denk ik, in een zekere zin een bijproduct. Denk ik, bedenk overigens, er werd natuurlijk ook geadverteerd met brandveiligheid. Nou ja, goed, daar kunnen we denk ik dan onder enige, hè, dan deze. Ja, nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben, maar dat begrijp je al een beetje. Een belangrijk element bij deze staalskeletbouw is wel dat als je de hoogte in gaat. Kijk, het gaat om bereikbaarheid. En dan mag je naar beneden een toekomstige winkelier wel constateren dat hij zeg maar, dan heel veel vierkante meters heeft. Die is dan blij. Maar ja, in de oudbouw was vaak dat daarboven ook wel gevallig. En wat gebeurt nu? Een soort omkering van zaken. Niet de begaande grond, niet de vierkante meters beneden. Maar nu wordt een ambitie, willen we allemaal, hè? Om heel hoog te zitten.
Dat wordt een ambitie. En dat kan een ambitie worden, omdat hoog niet moeilijk meer bereikbaar is met trappen, maar dat heeft zich nu al een tijdje eerder voorgedaan. En er is een lift uitgevonden. Dat is wel, notabene, voor alle duidelijkheid. Dat is, ik denk 1853. 1853 dat voor het eerst de lift wordt uitgevonden. Maar goed, die is wel, randvoorwaarde voor, dit soort staalbouw, van deze hoogte. Dus ik weet niet of jullie, componistenkwaliteiten hebben, met muzikaliteit in huis. Zou maar zo kunnen zijn dat je denkt, nou, dat liedje gaat er wel komen over, William Le Baron, Genie. Die, misschien als architect niet zo spreekt, maar wel, net zeg maar bijzonder innovatief was in het introduceren van dat staal skeletbouw. Sowieso, staal is niet altijd alomtegenwoordig geweest. Jaren 80 worden, van de 19e eeuw, worden niet voor niets, een soort tweede revolutie genoemd. Hè? Want dan praten we niet alleen over de introductie van staal. Het is tijd van, Edison, telefoontoestel. Nou, noem maar op, allerlei vindingen worden gedaan. Dit is nog even een illustratie, van die lift. Hè? Weet je wat nou leuk is? Dit, 1853. Ik wil nog vertellen dat er nog heel veel werk aan de winkel is, wat betreft. En dat ervaren we nog wel bij tijd te wijden. Als je de lift instapt, dat je even twijfelt. Kijk, de man die hierboven staat heeft met een mes het koord doorgesneden van de lift. En die lift die heeft dan een veiligheidsstop ingebouwd. Dus als dat gebeurt, 1853, dan. En de man die het deed of ontwierp of zo, die heeft daar, zeg maar rustig, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want 10-1, als je een lift nu binnenstapt, dan is het nog steeds een lift van Otis. En dat is meneer Otis die daar staat. Die dus van meet of aan verbonden is met lift. En die rustig de liftproductie tot de dag van vandaag met zijn naam in ieder geval nog bedacht heeft. Maar goed, dan komt een volgende stap. Ik ben een beetje hinkstap springend door die wolkkrabbenbouw heen. Dit staat niet in Chicago, maar deze staat net in New York. Dit is de Woolworth Building, 1913 gebouwd. Meneer Cass Gilbert is hier de architect. Ik wil niet al te veel vertellen over Woolworth. Die heeft nu het kantoor weer helemaal boven, Jan. En dan weten we ook dat hij Napoleontische neiging had. Hij was niet zo heel groot, meneer Woolworth, dus die voelde zich wel verwant met. Maar zijn kantoor was helemaal één groot klein museum van zijn bewondering voor Napoleon. Hij had onder andere een steek van Napoleon. En ik denk dat hij hem af en toe even opgezet heeft. En je kent Woolworth, de goedkope kleding, fabrikant. Hè? Maar goed, dit is het resultaat misschien wel van zijn ondernemen. Wat het ook is, is het nog steeds een illustratie van die hang naar dat verleden. Naar dat Europese verleden. Want hoe je het went of keert, maar ja, de architect heeft zich, dit is de top van de Woolworth-beelding. Dit is de bovenste spits. Dus dat is dit deel. Hè? En als je het zo geïsoleerd ziet, en ik zal het even laten zien, dan denk je dat je in Europa bent. Hè? En dan heb je zoiets van, ja, dit is eigenlijk gewoon gotische architectuur, zoals we waar dan ook tegenkomen. Dus het wil iets zeggen over, het ligt voor de hand, hè? Dat je hoog bouwt. En dat nu een makkelijke spiegel, de kathedralen zijn. En dat wordt nu ook gevoed door dat verlangen naar Europa en naar traditie. Maar het wil wel iets zeggen over eigenlijk een heel nieuw gebouw, de wolkenkrabber. Je zou bijna zeggen dat is een Amerikaanse vinding. Die nog een tijdje moet wachten tot die een vorm krijgt die bij haar past. Nou, en dat gebeurt dan, zijn we nog weer een sprongetje aan het maken. Dat gebeurt in 22. Dus dan zijn we daar iets vooruit aan het komen, 22. Nee, mag niet, hè? Nee, mag niet. Ja, maar goed. Soms sprokkel ik een beetje, en dat begrijp je wel. Ja, ik moet dat voorwerk verrichten om naar een klein. Begrijp het maar als een inleiding, hè? Begrijp het maar als een inleiding. Goed, hoe dan ook. 22, de Chicago Tribune, het competition. En ja, die is belangrijk, omdat hier het internationaal is. Ik meen 271 deelnemers aan. In juli wordt de wedstrijd uitgeschreven. De Chicago Tribune, dat is een krant. En de eigenaar van die krant heeft het initiatief genomen tot de bouw van een toren. Die kan worden geïdentificeerd met de krant. Hij is niet de enige. Het gebruiken van die toren zijn natuurlijk ook ruimte verhuurd. Maar er is een wedstrijd. En die gaat dus die wordt internationaal. Je zou tegenwoordig roepen bijna, die gaat viraal. Hè? Want 271 deelnemers.
dan heeft dus denk ik, deze en gene heeft daar dus van gehoord. En niet alleen Amerikanen, nee, het tegendeel. De bijdrage is met name nogal Europees. En dan hou je hart een beetje vast en denk je, ja. Maar dat was nou net volgens mij niet de bedoeling achter deze competitie. De bedoeling was om zeg maar, ontwerpers ertoe te brengen om uit dat ghetto van de gotiek te ontsnappen en een nieuwe vorm voor die Chicago Tribune Tower te realiseren. Ik laat je even de... Je zit nu even in de... Hoe zit het? In de jury, hè? En dit zijn twee inzendingen. Dit zijn twee inzendingen. En ik heb hem meteen met de namen ondergeschreven. En dat is ook niet het verkeerde. Want menigeen veert natuurlijk net, we veren allemaal op als de naam van Walter Gropius valt, hè? Dan denk je, oh ja, maar dat is dus, op dat moment is hij, als hij aan meedoet, de directeur van het Bauhaus. En we hebben dat Bauhaus, ik hoop dat je dat nog, het Bauhaus heeft in 22 als onderwijsinstituut nog een erg, expressionistische, gedaante. Pas, na 22, 23, hè, dan zie je dat daar, moderniteit voorbij komt, die eigenlijk leesbaar is, net in de toeren van, wat maakt hem bijzonder? Wat maakt hem modernistisch? Ten eerste natuurlijk net het ontbreken van decoratie. Ten tweede, ook een belangrijke factor is de asymmetrie. Dus zeg maar, een beetje, ja, hoe zeg je dat, getordeerd. Hè? Je ziet wel dat er zeg maar, spiraalsgewijs steeds weer op bepaalde momenten naar bijzonderheden, balkons zich voordoen, die het gebouw ook zijn bijzondere expressie geeft. Dus de overall is verticaal, maar er zit steeds horizontale onderbreking. Je zou even heel stilletje willen denken aan de architectuur van Frank Lloyd Wright, maar dan geverticaliseerd. Maar dan even. Dan Max Stouts. Dat is niet zo'n bekende, maar ook hij is een Duitse, Duitse ontwerper. En wat ze doen met z'n tweeën is eigenlijk een toren neerzetten die al dat wat de architectuur van die torens in Amerika bepaalde, ontbeert. Namelijk al die verwijzingen naar de verleden tijd. Dit zijn, met recht en reden, dit zijn moderne gebouwen. Moderne gebouwen. En dan bedenk ik, nu kijken we in de blik, ja, oké, hè. Maar in 1922, is nog nergens dit gebouwd. Dat is het punt. Nu zien we, om ons heen deze torens. Maar in 1922, waar zitten wij in Nederland? Net zitten we nog, ik wil ze niet, afdoen. Maar met Amsterdamse schoolbouwers. Zitten we nog met berlagen, zitten we nog met baksteen. Zitten we eigenlijk nog, in een wat oude, ambachtelijke wereld, hè. Die door deze torens al een beetje, wordt gepakt. Dus de Chicago Tribune Tower Competition, hè, heeft een hele belangrijke rol gespeeld net in het als het ware emanciperen van, die wolkenkrabbers. Zich, los kunnen weken. Nog een duo, ook mooi. Allemaal op 271 ontwerpen. Je zult maar als jury, daarover moeten oordelen. Dit is nog een fraai voorbeeld. En dat is wel een beetje een gekke. Rechter Bruno Taut, die zijn wel tegengekomen. Ik hoop dat je dat nog kunt herinneren. We hebben die Werkbundausstellung hebben we bekeken in 1913, in Keulen. En nou, Taut had daar voor de glasfabrikanten eigenlijk een vorm die je hier ook wel een beetje in herkent. En dan zeg je, ja, de vorm overall doet verdoeien toch een beetje aan de spitsboog. Dus doet toch een beetje linksheid tegen, daar hoef je helemaal geen twijfel over. Dat doet niet een beetje denken aan de klassieke oudheid. Maar dat is van top tot teen klassicisme. En dat is voor ons een moeilijk verhaal. Want de architect waar we het over hebben, Adolf Loos, Oostenrijker, die heeft ooit een lezing gehouden met die titel, 1909, Ornament en Misdaad. Ornament und Verbrechen. En nu notabene 22, doet Adolf Loos mee. En is helemaal niet meer zo vies van, ja, ornamentaal is misschien niet helemaal het goede woord. Maar heel erg verwijzend. Een beetje een grapje eigenlijk. Een beetje een relativering. En je begrijpt dat Aldo Rossi bijvoorbeeld, naar het Bonnefante Museum. Ja, dat hij wel wat kon met deze toeren van Adolf Loos. En er zit een beetje een relativering. En je merkt dat een, ja, je zou bijna roepen, maar ja, deze is het ook niet geworden. Dat is de toer van Elio Saarinen. Ken je Elio Saarinen? Dat is altijd een verwarring, want Eero, zijn zoon, die kennen we wel. Dat is de man van de tulpstoel. Die kunststofstoel. Dat is zijn zoon, hè? Saarinen zou overigens wel door deze competitie naar Amerika verhuizen. Zijn vader, Elil. En die zou, nota bene, Cranbrook, dat ligt vlakbij, Detroit.
denk een belangrijk Art Deco-instituut. Moet je maar eens, denk, even opzoeken. Hij heeft bijvoorbeeld, leuk om even denk, te weten, hè. Hij is de docent geweest van, denk, dat van Charles Eames. Dat is ook niet gek om daar even naar te doen. Ook zo'n kunststofjongen, zou je bijna roepen. Goed. Nou, dan denk ik, dit is hem geworden. Ja, ik had eigenlijk dat moeten halt houden. Ik had een tromgeroffel en een gordijntje opzij. Ik denk, ah. Ja, maar eigenlijk, dat verdient, ja, nou, hij verdient het eigenlijk. Ja, natuurlijk verdient hij het wel. Maar je merkt van, je zit nu in de jury, hè. En je merkt dat wij zijn zoekende naar moderniteit. En dan valt het eigenlijk dat heel erg tegen. Dat van al die inzendingen, dit eigenlijk het minst modern. Zeg maar, hij is gebouwd, hij staat in Chicago. En ik laat even de top zien. Dan zeg je, ja, dit is weer een kathedraal. En notabene, heel letterlijk, want die van Rouen, die is hier zelfs denk ik, een voorbeeld geweest. Dus Raymond Hood, hè, denk ik, architect, één van de architecten. Ja, ja, zo op afstand zeg je, dat is een echte strakke denk ik, toren. Maar naar de top gekeken daarentegen verdwijnt die strakheid toch een beetje weer voor het bekende ornament. Dus in die zin, denk ik, zeg maar rustig, denk 25, denk is de stand van zaken net in de wolkenkrabberbouw in Amerika. Ja, eigenlijk dat, wat teleurstellend. Denk niet alleen in de wolkenkrabberbouw, maar denk, zeg maar de hele wereld, denk dat van Amerikaanse architectuur en vormgeving staat al wel, denk een beetje in het verleden, in de voorbije tijd. Dan komt, denk ik, deze tentoonstelling. En weet je wat nou aardig is? Dat na de expositie 1925. Er wordt een deel van deze expositie wordt, denk, in de boot geladen. En die wordt naar Amerika denk, verscheept. Om daar denk, met een tournee te beginnen. Dus wat je hier denk, in Parijs kon zien in 1925. Is zeg maar denk, dat kort erop denk, dat bezig denk, in Amerika. Op allerlei plekken in Amerika. De mensen denk, iets te laten zien van wat daar in Parijs. Denk, die Art Deco bepaalt. Dus zeg maar rustig met denk, een duid, nou ja, met een beetje een klap, hè, maakt men daar denk, kennis met wat in Europa gebeurt. Je ziet hele andere tijden ook. Hè. Geen denk, internet, weet ik wat. Dus zo'n expositie is een medium, hè, is een middel. Als zo'n denk, expositie begint rond te reizen in Amerika, dan denk, zorgt dat voor, denk, niet alleen het publiek, maar ook bij vormgevers, denk, voor denk, eye-opening. Nou, komen we weer terug bij de Chrysler Building. Dat is, dat is een mooi verhaal. Dat is echt een mooi verhaal. Want ik denk, ja, ten eerste, je moet natuurlijk wel, hoe zeg je dat? Je moet wel een beetje bravoure kennen, hè, om denk, dit te doen. En dat zit goed, want denk, de man die het ontworpen heeft, had denk, dat bravoure. De man natuurlijk, die opdracht gaf, had het sowieso al, want dat was tenslotte denk, de man van denk, de automobielfabriek. Chrysler, naar hem genoemd. Dus al met al, daar staat hij, ik denk dat nu natuurlijk niet meer zoals hij toen stond. Want nu heeft hij, ik denk, heel veel concurrentie om zich heen. En toch zeg je, ik denk, bij de Chrysler Building, ik denk, ze mogen allemaal wel hoog zijn, de buren, maar hij blijft wel een beetje de exceptie. Hij blijft toch wel een beetje de herkenbare bijzonderheid. Dus in die zin is, ik denk, William van Eelen, dat is de architect, is er wel degelijk in geslaagd nou, om het een beetje denk, een eigenheid te geven. Niet door denk, net de hoogste te willen zijn, want dat is de ambitie ook. Hè? Maar ook wel door het specifiek bekronende element waar we tegenaan kijken. Hè? Dat maakt die toren denk, bijzonder. Kijk, ooit, we hebben het over denk, een vroegere tijd, toen kon die nog wel denk, dat roepen, denk, ik ben de hoogste. Denk, maar dat denk, is heel relatief denk, in wolkenkrabbenwereld. Want als je daar denk, toen in de jaren 20 riep, denk, ik ben de hoogste, vandaag, dan bijna, ik denk, morgen, ik denk, is er wel een die, ik denk, nog weer hoger. Dus de ambitie is echt, ik denk, om elkaar voorbij te streven. Ik denk, de Chrysler is 77 verdiepingen. Dat is voor dat moment best wel hoog, hè. Maar, ik denk, om maar meteen naar dat flauw een beetje te relativeren, ik denk, de Empire State, en dat is 82. Dus die heeft toch, ik denk, het is niet zo heel veel, maar, ja, eroverheen, dus hoger. Dus dat speelt. Nou, eerst daar even, ik denk, dat kennis maken met, ik denk, de man die het allemaal, ja, ondernomen heeft. Die heeft natuurlijk, dat begrijp je, denk, in de Chrysler Building zijn kantoor, denk, heeft daar zijn ruimte. Maar niet de hele Chrysler Building is Chrysler. Dus er zijn denk, heel veel vierkante meters die gewoon bedoeld zijn voor de verhuur. Denk, dat het bouwen van, het doet een beetje denk, aan de huidige tijd. Denk, nou ook wel denk, in een omgekeerde zin. Maar het, bouwen, denk, het is een echte bouwboom. En dan niet naar wat betreft woonruimte, maar wat betreft kantoorruimte. Ik denk, in 1930 neemt de hoeveelheid kantoorruimte met 92% toe. Dus dat is een indrukwekkende hoeveelheid, ik denk, ineens naar kantoorruimte. Die natuurlijk eigenlijk, ik denk, illustratief is voor, ik denk, de ongelooflijke economische voorspoedigheid die, ik denk, Amerika, ik denk, treft. Dit is William van Eden.
Uitdenken, dus de ontwerpen van uitdenken. En dan komen we eigenlijk gewoon het simpele verhaal van staal skeletbouw. Hè. Dat is uitdenken, dat is ook de Chrysler Building. Die is van top tot teen bepaald door uitdenken. Intussen is dit al uitdenken, gekende bouwmethode. Die uitdenken zijn, ja, zijn voordelen heeft. Nou, gaan we eerst even naar uitdenken waar we het vandaag sowieso over moeten hebben. Over uitdenken datgene wat het gebouw uitdenken bepaalt. Uitdenken, hè, die spits. Dat uitdenken dat. Ik denk dat je het leest, maar dan komt het nog een keer voorbij. Maar de keuze van die cirkelsegmenten en die driehoeken is niet helemaal zonder betekenis. We hebben hier het over een automobielfabrikant. En dan wil je natuurlijk niet uitdenken dat zeg maar, het kantoor van de fabrikant uitdenken dat kan niet in baksteen. Dat moet in metaal. Want metaal is sowieso al zeg maar, eigen aan. Een ding wat wij vergeten, maar wat we mee moeten nemen in de vormgeving, is dat wielen van auto's zijn uiteindelijk gespaakt. Zijn gespaakt. Dat is denk ik een beeld dat je misschien wel herkent. Hè? Dat is dus niet een dichte wieldop. Hè? Maar dat is uitdenken, zeg maar echt zoals bij een fiets uitdenken, dat gespaakt. Nou, als dat zo is, dan wordt dit uitdenken gelezen als uitdenken dat een gestileerde uitdenken dat referentie aan uitdenken, zeg maar de automobiel. Het blijft wel de kathedraal, heb je ook al gezien, hè? Toch? Want daar zijn die bekende waterspuwers, die je ook uitdenken dat bij de Notre-Dame tegenkomt. Wij zijn op deze. Maar goed, die zijn ook wel iets anders. Dat zal zo meteen wel blijken. Kijk, zo wordt die spits gemaakt. Ja, wel indrukwekkend. Dat is gewoon holle, hè? Ja, geen holle retoriek, maar ik denk dat holle architectuur in dit geval. Dus ik denk dat... En dan komt dit, hè? Ja, dat is de ironie van deze, ik denk dat architectuur, deze architectuur. Dat ze nu allemaal uiteindelijk staan te dringen om de hoogste te zijn. En dan heeft uiteindelijk dat... En we weten hoe dat gegaan is, hè? We weten hoe dat gegaan is, hè? Een dag voor deze beurskracht, hè, we spreken 1929, dan wordt de Chrysler Building voltooid. Nou, ik vind dat al aan zich spannende een samenloop van omstandigheden. Maar het verhaal wordt in zekere zin, de beurskracht, dat weten we. Wat ik ook niet wist, maar wat ik wel leuk vind om even te kunnen vertellen. Dit spel wordt dan ook geïntroduceerd. En dat is wel echt net... Hè, volgens mij heb je dan, misschien tekent dat wel de tijd, hè? Dat uiteindelijk notabene in economisch grote nood, dan uiteindelijk er iemand op het idee komt om een spelletje uiteindelijk te maken waarbij je dan uiteindelijk op tafel in ieder geval nog heel rijk zou kunnen worden. Terwijl aan de andere kant daartegen uiteindelijk, nou goed, dat is even, kijk en dan komt dit. Uiteindelijk die spits, de holte ervan, uiteindelijk dat, ja, het was natuurlijk een middel en mogelijkheid, om uiteindelijk in die holte dan uiteindelijk die spits, want natuurlijk zo'n enorme spits die de toren heeft, ja, is een beetje een lastige. Dus die is uiteindelijk dat gemonteerd in delen. Maar mooi is, uiteindelijk het plan was er, maar mooier is dat uiteindelijk die delen, dat die uiteindelijk voor uiteindelijk de buren uiteindelijk dat een geheim was. Dat daarboven in die toren uiteindelijk dit nog uiteindelijk in elkaar gezet ging worden. Hiernaast namelijk staat uiteindelijk de Bank of Manhattan. En die hadden natuurlijk wel het een en ander gehoord over de hoogte van de Chrysler Building. En die hadden het idee, nou, ze zullen daar aan de andere kant nog staan te kijken, want wij zijn tenslotte de hoogste toren. En toen hadden ze dat wil het verhaal. Hè? Daar bij die andere, de buren, hadden ze de champagne al ontkurkt. En op het laatste moment kwam Chrysler met een kleine verrassing. Want er kwam echt letterlijk uit, en hij stond zelf, verhaal wil, beneden, met Van Elen stond ze beneden. En zagen ze hoe die pin die daar zo heel langzaam omhoog werd getild. En dus lange neus naar maar dat is een plezier van een korte duur geweest. Maar het is wel even een moment dat Chrysler kon adverteren met het feit dat zijn gebouw het hoogste was. En daar gaat het ook over. Hè? Over een man die heel goed weet hoe je moet ondernemen. Niet door te zeggen dat je gewoon hele goede auto's verkoopt, maar ook heel goed wist wat je met architectuur, hè, met een gebouw als dit kon doen. Want ja, tot de dag van vandaag doet hij het nog steeds. Hè? De naam van Chrysler prolongeren. Dus, en dat is niet iedereen gelukt zoals Chrysler dat wel lukte. Dat een gebouw nog steeds wordt geïdentificeerd met zijn, met zijn firma. Nou, hoe dan ook. Dit is een mooi rijtje. Hè? Ja. Nou goed, daar komen we straks net zeker het hoger, hoogste. Dat is duidelijk. Even naar de realiteit sowieso van die toren. Want boven is die heel spannend en spectaculair. Als je wat lager staat, dan roepen we een zekere uniformiteit. Er is natuurlijk wel iets van het decoratieve. Dat laat zich ook wel in het gebruik van natuursteen versus baksteen zien. Dat zie je. Het is bekledend materiaal voor alle duidelijkheid, maar daar hoeven we verder niet
het zo uitvoerig over te hebben. Er zitten wel, ik denk, even momentjes in van, ik denk, en dan komen we, ik denk, op dat waar, ik denk, de toeren, ik denk, zijn, ja, zijn basis verlaten. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, ik denk, zijn grote sokkel zou je bijna roepen, en daar staat de toren op, hè, en dit is het moment. En dan komen er wel, ik denk, ja, dan komen de Art Deco motieven komen voorbij. Dus dan mogen we dan al, hè, niet bij de spits alleen, maar dan mogen we dan al roepen, ja, dat is, ik denk, hè, de driehoek, de cirkel, ik denk, het gebruiken van. De cirkel, ik denk, dat mag ook, ik denk, iedereen, ja, niet verbaasd zijn, natuurlijk, ja, toch wel de wielen van de auto, hè. Die, ik denk, dat, en dan hebben we hierboven, ik denk, dat zijn dus die waterspuwers, hè. Die bevinden zich, ik denk, dat op de, ja, op de hoep. Ik laat hem eens eentje zien, hè. Komen we even wat dichterbij kijken, wauw. En dan zien ze er zo uit. En dan, ik denk, ja, dat is wel indrukwekkend, hè. En wat nou leuk is, ik denk, hadden we het over PR, hè. En je ziet hoe de rest nog denk, qua hoogte het nakijken. Dat is ook leuk van deze foto. Hè? Van, denk, Eden kreeg de opdracht om dat nog even denk, aan te geven. Wat dan de definitie van hoogte was voor denk, Chrysler. Dat is de Eiffeltoren. Hij zei, nou, je kunt me alles maken, maar het moet absoluut hoger dan de Eiffeltoren. Dus dat is ook wel een aardige, toch alweer een dialoog met de oude wereld. Hè? Dat je denk, dat dan hè, de Eiffeltoren in Europa, concurrent, dat moet in ieder geval, mijn toren, moet in ieder geval hoger. Dit doet meer aan de Notre Dame. Nee, natuurlijk doet het niet aan de Notre Dame denken. De auto's van Chrysler hebben natuurlijk net zeg maar op de, denk, op de motorkap. Hebben ze allemaal zoals Rolls Royce ook, denk, hebben ze het teken van, denk net. Dus deze, denk, zijn daaraan ontleend. Dus een beetje een dubbel beeld. Kathedrale van weleer. Maar ook net door de materiaalkeuze, denk net iets van. En nou heeft hij, denk net PR. Heeft hij uiteindelijk bij de bouw uiteindelijk meteen gedacht, weet je wat, het moet van begin tot eind moet meteen ook uiteindelijk worden gefotografeerd. Dus heeft een fotografe heeft die uiteindelijk in dienst genomen. En die uiteindelijk heeft de opdracht nou, om de bouw te volgen. En ook dat is novum, hè, dat uiteindelijk iemand dat ja, bedenkt. Dat uiteindelijk dat is net een dingetje zou kunnen worden. Dat je uiteindelijk verslag kunt, uiteindelijk beeldend verslag kunt zien van uiteindelijk de bouw van de Chrysler Building. En dat is ook grappig, denk ik, of grappig. Van Elen heeft nu net een soort kantoor gekregen denk, in de Chrysler Building. Maar ook die fotograaf, die denk, was, zo wordt dan de tekst, denk, zo verliefd op die toren. Dat ze denk, een appartement denk, wilde. Heeft ze ook gekregen. En dan denk ik, notabene, ik zal het even laten zien. Dat is mevrouw Burke White. Hè? En een dame, denk, met wel, denk, dit is ze, daar zit ze. Denk, notabene, ja. Dus dat vertelt iets over. Ja, ik denk, het is misschien show, dat maakt niet uit, maar het is wel, ik denk, daarmee heel bijzonder, hè. Dat we hadden het, denk, over dat, ja, toch wat geëmancipeerde karakter van de jaren 20 in het vergelijk met de tijd van voor de Eerste Wereldoorlog. En ik denk, dat zij, Burke White, ik denk, dat mag dan, ja, misschien wel als dan ook weer een voorbeeld daarvan, ik denk, dat zijn. Kwam je ook nog een klein detail. Ik weet soms niet waarom het geheugen nou dat soort gekke dingen onthoudt, hè, maar. Kwam je bij haar op bezoek, hè? Ze had dus dat appartement. Dan werd je denk, verwelkomd door, denk, door twee krokodillen. Dat waren haar huisdieren. Dat, ja, ja denk, iets daarvan, hè, van, denk, dat laat zich ook wel. Dat, het is allemaal een beetje exotisch, maar ook wel wat uitbundig. Maar hoe dan ook wel een dame die dus, denk, ons denk, de mogelijkheid geeft, door haar fotografie, denk, eigenlijk door de opdrachtgever, ja, dat we gewoon mee kunnen maken hoe dat ding denk, is ontstaan, hoe dat vorm heeft gekregen. Dus dat maakt het, ja, maakt het ook wel bijzonder. Ik heb een vraag. Ja. Naarmate zo'n gebouw honger wordt, dan gaat het ook wiebelen. Ja. Bewegen. Wiebelen, ja. Ja, geen idee. Ik denk dat door de constructie niet helemaal echt te fixeren. Hè, door hem, denk, die ruimte te bieden. Ik weet eerlijk gezegd niet wanneer dat besef is gekomen dat dat gebeurde. Dat weet ik ook niet. En tot welke hoogte, durf ik ook niks over te zeggen. Ja, dat durf ik niks over te zeggen. Ik heb er in de teksten niet, laat ik het denk, een beetje makkelijke achterdeuren. Maar in de teksten heb ik eigenlijk nog nooit iets daarvan gelezen. Over denk, andere torens. Ik denk bijvoorbeeld net in, om een hele makkelijke weer te noemen, in Dubai bijvoorbeeld. Ja, het wordt nu net ook graag te gerefereerd aan de denk, naar meters, denk, naar uitslag die dat gebouw uiteindelijk maakt. Zeker, maar ja, hier heb ik eigenlijk in tekst niks denk, over gevonden. Maar het zal wel zo zijn dat hij een zekere zijwindgevoeligheid heeft. Daar zijn we met z'n allen wel over eens. En wat dat dan denk, constructief betekent, durf ik niks over te zeggen. Daar ben ik overvraagd. Alle beton en alle plaat aan de buitenkant, ja. Het is echt een staal skeletbouw. Nee, niet dragen. Nee. Dus dat zal wel een aspect daarin zijn, maar ja. Ben ik overvraagd. Mocht je nou zo net van de week zeg maar erin willen duiken, dan horen we volgende week ook graag in dat, hoe dat zit. Ja. Ja, ik had een kennis die woonde in het hoogste appartement op een van die twee zwarte
Ja. Ja. Die zei als het hartje pijnt. Ja. Nou ja, dan zie ik zo de lamp die zich op neergaan. Ja, ja. Nou. Die zijn, hoe hoog zijn die 150 meter? Ja, dus deze moet het sowieso ook gedaan hebben. Ja. Ja. Geen idee, durf niks over te zeggen. Even dus, ja, dat was makkelijk en dat heb ik al, denk ik, verteld, spaken. En dan zijn we meteen ook binnen in de Chrysler Building. Want denk, natuurlijk mag het gebouw boven denk, een soort logo hebben geproduceerd, hè, waar je denk, meteen het gebouw aan herkent. Maar het is ook gewoon een simpele plek van het tonen van de auto's. Dus het is ook een showroom, denk, een onderdeel van, denk, van de Chrysler Building. Nou heb ik daar helaas geen opname van, maar je moet het maar even van mij aannemen, dat de vensters hier, dus die zijn bedoeld om te kijken, die zijn hol. Die zijn hol. En die liggen denk, wat dieper denk, in de wand of net wat naar achteren. En die holheid, die ervaring hebben jullie waarschijnlijk ook wel eens een keer meegemaakt. Kalverstraat, denk tapijt, Leidsestraat, sorry, niet Kalverstraat, Leidsestraat. Vlakbij het Leidseplein heb je zo'n tapijt, denk Persisch tapijthandel. Die hebben ook zo'n ruit. Die hebben ook zo'n ruit. En wat bewerkt dat, denk bewerkstelligt, dat je denk bijna, en dat is ook de bedoeling, dat je handen uitsteekt en dat je denk ik ga het pakken. Want dat is geen weerspiegeling. Dus dat betekent dat je denk, de indruk krijgt dat er denk, niks denk, is tussen jou en die prachtige auto's van Chrysler. Dat je ze eigenlijk al hebt. Of nou ja, beter dat je ze zou kunnen hebben omdat ze aanraakbaar lijken. Dus als al net een verkoop denk, een trucje belangrijker was, dat ze denk, niet stil stonden, maar dat ze in een soort carousel voorbij trokken. Kijk, denk, een auto die stilstaat, die je op een sokkel zet, dat doet het eigenlijk niet goed. Want dan ontneem je de auto datgene wat die eigenlijk had moeten bewegen. Dus ik denk, wat doet, wat doet Chrysler hier? Die denkt, nou, het is in de fabriek natuurlijk de lopende band die de productie al bepaalt. Dat ligt net een beetje in de lijn. Dat hij denkt, maar wat minder, denk, wat spectaculair is bijvoorbeeld, dat die beweging van die auto's, die denk, wordt nu nog eens een keer extra geaccentueerd door ook de verlichting. Dus ze komen dan, denk, je kunt dan blijven staan. En ze komen als, denk, net een, ja, zo, denk, net modeshow catwalk, hè. Komen de auto's en denken, ik stel me zelfs een muziekje bij voor, daar durf ik niks over te zeggen. Maar dan stel ik me voor dat ze, hè, dus komen dan zo één voor één voorbij. Ben je dan niet overtuigd? Kan, hè? Dat je denkt, oh, dat zijn mooie dingen, dat kan maar wat. Ja, een mooie foto, hè? Ja, vond ik wel echt indrukwekkend. Maar dan kun je even naar boven. En dat kan ook niet anders. En kijk, nu tegenwoordig, nou, roltrappen zijn heel gebruikelijk en overal vind je ze. Ik denk dat jaren geleden bij V&D, vond ik echt naar de, ja toen was ik wel zo hè, maar vond ik het echt een uitje om naar de V&D mee te mogen. En dan niet omdat ik nou winkelen zo leuk vond, maar omdat we dan de roltrap opgingen. Ja, de roltrap opgingen. Echt nog. Kijk, om maar even te vertellen, dat is dus, dan hebben we het over de jaren 60 hè. En dan kon het nog wel voor heel veel mensen, bijzonder zijn, de roltrap. Wat moet het dan zijn geweest hè? Dat notabene, rond 1930, de Chrysler Building roltrappen heeft hè. Die je denk, op een mobiele wijze denk, naar boven brengen. Denk, in een kader van al überhaupt mobiliteit. Hè? En dat je denk, boven denk, net, in een filmzaal plaats mocht nemen. En dat je dan denk, de testfilmpjes mocht kijken. Die denk, werden gemaakt, waren gemaakt. Voor denk, de verschillende modellen die beneden denk, voorbij kwamen. Dus dan was Chrysler denk, bezig om je denk, op een hele. Ja, ik zou bijna roepen, denk, naar de hedendaagse wijze. Denk, mensen denk, te verleiden. Om die auto's denk, te kopen. Want het is een hele goeie. Dat zag je op die testbaan. Dan moet je kijken wat die kan. Hè? Dus dat is denk, dat, ja, niet het verhaal van die hè, dat ooit lang geleden Mercedes die helemaal omkiept. Hè? Maar dat waren filmpjes die het allemaal heel erg bevestigden. Dus dat wil ook iets zeggen. Nou, en dit is dan de andere kant van het verhaal. Dus dat was de showroom. Hè? Die is net in een zekere zin high-tech. Denk, door het ronddraaien. Maar dit is het interieur van de Chrysler Building. En ik hou me even stil. Want... Ja, zeg maar rustig, dat is nou, teleurstellend, dat weet ik niet. Dat mag je dan misschien nog niet zeggen, maar wel anders dan wat we buiten hadden gedacht. En zeker ook anders dan de showroom opleverde. Want ja, de showroom die lijkt dus bepaald te zijn door de nieuwe tijd. Het interieur daartegen is het status in de gedaante van de oude tijd, of beter in de gedaante van natuursteen. En dat rouge flamboyant daar is bijvoorbeeld afkomstig uit Marokko. Dus dat kan die ook nog indruk maken, niet alleen door de soort, nee, door het uiterlijk van die natuursteen. Maar dan is het ook het verhaal van kosten nog moeite gespaard om en je ziet wel, er zit een zekere ambivalentie tussen de abstracte geometrie van de verlichtingen en de nogal uitbundige geaderdheid van de steen. Lopen we door, hè? Ja, of door, dit is nu de man die ons welkom heet.
En dan boven hem, ik denk dat we nu een digitale klok zouden willen noemen. Het is niet helemaal digitaal, hè, want dat kan natuurlijk nog niet. Maar ik denk, het is niet eentje met, ik denk dat, met een rondje met wijzers. Nee, dit is zeg maar een klok die futuristisch de tijd aangeeft. En dat in een kader van, je roept, ja, futurisme, wat halfhartig. Want er is ook heel veel wat, juist de indruk, kijk maar mee, hè. Ik denk dat dit is die stenen waarvan je bijna niet gelooft dat die überhaupt bestaat. Hè? En dan komen we uit denken dat er zijn 22 liften. 22 liften. Ik bedoel, ik denk dat voor ons nu geen nieuwheid. Maar voor die tijd indrukwekkend. Dus je hoefde eigenlijk nog nooit te wachten. Je kon altijd wel erop rekenen dat je met een lift uitdenken. En dan is het verlichtingen. Dan is dit dus die lobby. Hè? En dan zijn dit de liftdeuren. Ik bedoel, maar al, ja, dat is al even om. Hè? Het kan best zijn dat je, nou, laat de volgende maar komen. Ik wil nog even ja, hè, zoiets, hè. Dit is al zo, ja, ten eerste inderdaad rijk, hè, maar ook inderdaad zo opvallend is inderdaad ambachtelijkheid aan het presenteren. Hè. Zo anders dan, ja, eigenlijk de firma identiteit, die is, industrieel. En dit is intarsia, dus ingelegd hout. En dan is de houtsoort die gekozen is ook weer, ja, exotisch en bijzonder. En belangrijk, er komt een motief voorbij, ja, wat wel, in tune is met de tijd. Want ik denk, dit is papier, dus wat je daar ziet. En met die plant die daar wordt geïllustreerd, hè, ja, gaat de gedachte nu heel snel uit naar Egypte. En dat laatste is ook weer niet zo gek, want het graf van Toetankhamon, 1923 ontdekt, zorgt net voor een werkelijke Egyptemanie. Dus een aantal aspecten van de Art Deco, onder andere in dit geval, laat zich heel duidelijk wijzen naar dat moment. 23, iedereen onder de indruk van de vondst van dat graf. Met daarbij horend, ja, allerlei meubilair, allerlei ideeën over hoe dat Egypte er niet alleen in piramide gedaante, maar het breder uitzag. Dus dan zie je dat naar die decoratie-elementen Egyptisch, dat die hun toegang krijgen. Denk je nou echt dat dit alleen maar de buitenkant is? We gaan even naar binnen, in zo'n lift. Dan doen we even de deur open. Graf van Toetankhamon. Het ziet van binnen, ziet nog uit. Ik bedoel, het is dus niet alleen de deur en indruk. Kijk, dit is het plafonnetje. Dit is het plafonnetje van de lift. Ik bedoel, daar wordt ook aandacht aan besteed. Dat is niet een kwestie van, nou ja, nee. En daar zit diezelfde ambivalentie. Hè? Soms in dit en dat. Herken je de auto-industrie als in dit daarentegen komt. We noemden, ik hoop dat het nog doorklinkt. Hè. De oude Art Deco, die van 25, werd bepaald door die rare samenspraak tussen dat hele eenvoudige, en je zou bijna roepen, daardoor ook wat arme decoratie, omdat die geometrisch eenvoudig was. En daarnaast die rijkdom van die materiaal. Denk aan die kastjes van, dat kastje van die Roelman. Ik hoop dat je nog met die ruitjes daarop, met die ruitvorm ook. Was luxe in materiaal, eenvoudig in decoratie. En dat geldt hier ook wel een beetje. Het is luxe in materiaal, maar neem het materiaal weg. Dan hou je een hele moderne, maar vooral ook zeer abstracte geometrie hou je over. Dus dat bepaalt. Hè. Dus de Chrysler Building. Nog één dingetje, ik kan het niet laten. Want hierboven bevindt zich de Cloud Club. Dit is de Cloud Club. Ook wel leuk, hè? Dan ben je lid van de Cloud Club. Dan begrijp je dat wij. Je moest wel echt captain of industry, je moest wel directeur zijn van een of andere grote, fabrikanten werden je uitgenodigd. Om in de Cloud Club als lid gebruik te kunnen maken van de service. Bekend is dat met name de firma Texaco hier een plek had waar ze samenkomsten konden organiseren. Dus dat is wel een dingetje. Sorry, wat zoek je? Ik denk dat het daar is. Ja, ik denk dat het daar is. Ja, ja. Ja. Hey, hoi. Maar dit is Art Deco, weer ten voeten uit. En tenminste, zoals we het nou al genoemd hebben, geometrisch in gedaante. Luxe in de materiaalkeuze. Of, en opvallend dus, meubilair. Hè? Waarvan we weten nu dat dit, in eerdere tijd was het hout. En nu ineens, dat is metaal. Hè? Dus zo zien we, daar. Het is geen buisstoel, het is geen Bauhaus wat je daar ziet, want dat is eenvoudiger. Maar ook de ornamenten, de verlichtingen, het zijn natuurlijk naar het zuiden met kapitelen, zeggen we dan.
Maar ik denk ook wel duidelijk naar het tekenen van die Art Deco. Dus dit is de plek waar ik denk net, nou, waar Chrysler ontvangsten kon houden. Ik denk, dit is de plek waar je denk, lid van kon zijn. En dan zat je dus denk, zeg maar, denk, over de wereld te kijken. Tja. Ja, zoek de architect. Nou ja, dat kost geen enkele moeite. En dat is, ja, dit is een feestje van architecten. Ik denk dat na de voltooiing van de Chrysler Building. En ik denk dat Van Eelen, misschien dat zijn gebouw was al denk, bijzonder. Maar ik denk, hij kon nu niet nalaten om... ook denk achter de persoons te geven als de Chrysler Building. En in dat kader van, ja, dan valt de rest een beetje tegen eigenlijk. Hè? Maar hij is nu ook in dat fantasievol geweest in zijn hele outfit. Waarom hebben we van Eelen, denk ik, niks meer gehoord? Nou ja, dat heeft te maken met denk ik, de fricties die ontstonden tussen Chrysler denk ik, en zijn architect. Dus Van Eelen heeft dan wel denk ik, kantoor gehad in de Chrysler Building. Maar heel snel werd uitdenken dat Chrysler denk dat die beschuldigde hem van, denk zoals dat dan heet, steekpenningen aannemen. Dus denk Chrysler riep denk dat je hebt aannemers, je hebt ze denk gewoon, ja betijden werden denk dat gewoon laten betalen voor het feit dat jullie dat denken dat zij dat mochten doen. Denk dat denk bouwen van deze toer. Dus die naam van Eelen is als waar een beetje, nou zeg maar zo uit de geschiedenis weggecijpeld. Terwijl denk met de bouw van de Chrysler Building heeft hij nu wel. Ja, zeg maar, de icoon van die tijd gerealiseerd. Nog even, misschien voor de pauze, dan kunnen we denken, tenminste, ik heb zo'n gevoel dat al, maar nog even dan de Empire State Building, hebben we dat net een beetje besproken, hè. Die heeft, denk ik, dus toch die hoogte, die allerhoogste bereikt, een 82, denk ik, verdiepingen. Bijzonder aan het gebouw is dat het veel minder opzichtig. Dus, denk ik, zeg maar, de Chrysler laat zich goed, denk ik, zien, hè. Denk, maar de spits van, van deze daar tegen is nou niet meteen, denk, roep maar rustig, denk, net een, het is wel een landmark, hè, het is wel, denk, net, maar ook vooral denk, door General Motors is denk, in een zekere zin de firma op de achtergrond. Dus het is niet, denk, hè, bedoel, het is niet denk, meteen ook denk, de bedoeling van denk, die firma geweest om dit gebouw denk, te maken tot een logo. Dat is een heel ander verhaal dan bij, denk, het heet dus niet denk, de General Motors toren, maar het heet gewoon, ik denk, de Empire State Building. Dus een heel ander verhaal. Ik denk kantoorruimte, ik denk natuurlijk ook weer gedacht omwille van de verhuur. En vandaar ook inderdaad 35, dan is het gebouw voltooid. Kreeg al heel snel de nickname, de, ik denk bijna een Empty State Building. Want 42% van de kantoorruimte, ik denk, bleef gewoon leeg staan. Maar dan begrijpen we dat onmiddellijk, nou, dit is een gebouw na de crisis. Hè. Dit is, ik denk, zeg maar, in een wereld, ik denk, voltooid van, ik denk, grote economische malaise. En dus is die leegstand ook een soort teken van de, denk, van de tijd. Wat denk wel bijzonder is, is nou toch, denk, als je wat nader kijkt, hè, zo denk, details op deze plek. Het mag wel degelijk doorgaan voor een Art Deco-toren. En ook leuk, en dat zijn die vleugels die zo gestileerd tegen dat gebouw aangeplakt zijn. Ja, natuurlijk wel mooi, denk voor de allerhoogste hoogte. Maar dat lijkt ook niet helemaal loos. En daar komt dan misschien toch ook wel de... Ja, dat is een tijd van grootspraak ook, hè? Dit heeft wel degelijk een functie en bedoeling. Het zijn nu wel mooie plaatjes ook, hè? Dat zijn van die virtuele, dat zijn van die foto's waar je roept, ja, dat is ook, dat is de tijd. Hoogste gebouw, grootste, luchtschip. En nog mooier was het geweest, als die twee elkaar hadden kunnen ontmoeten. Nee, dat was ook de bedoeling. Dat die elkaar zouden tegenkomen, want de Empire State Building, het dak of de top of de spits... Ja, het is niet anders gedacht dan denk, het luchthavengebouw voor luchtschepen. Dus de gedachte was, Empire State Building boven, dat moet de mogelijkheid zijn voor bezoekers uit Europa, om niet aan de rand van de stad, maar om letterlijk in het hart van New York uit te kunnen stappen. En dan, dit was eigenlijk dit was de bedoeling. Dit was de bedoeling. Dus grootste luchtschip, grootste gebouw, zouden elkaar ontmoeten. En dus alles daarboven, dat kun je nu al verifiëren, alles daarboven is ook letterlijk, zeg maar, is ook gemaakt. Ja, het is een docking station. Alleen weet je wat de ironie is? En dat is inderdaad zo chockerend ook, vind ik dan. Dat hebben we daar toch dan over, daar hadden we het net al een beetje over. Maar ik denk dat gebouwen mogen een beetje wiebelen. Maar ik denk dat Zeppelins doen er nog veel meer. Dus bij de eerste poging om te dokken, constateerde ik dat het gewoon niet ging. Vanwege de zijwindgevoeligheid van zo'n Zeppelin. Die sowieso, in die zin, het is gewoon niet... Het was er allemaal, het kon in een zekere zin, op papier.
Maar bij de eerste, Jan, bij de eerste poging uiteindelijk ging het meteen mis. Uiteindelijk zegt, het lukte niet. Kon niet aanleggen, mensen laten uitstappen. Dat was een, dus dit is een mooi virtueel beeld. Het wil ook wel iets vertellen over dat er een rek is geweest die schijnbaar zijn einde kende. En dat de hoogste toren dan toch niet in staat was. Waar die wel toe in staat was, was nu een prachtig decor te zijn. Want de cinema is intussen een zeer duidelijk ontwikkeld medium. Films worden gemaakt. En een hele beroemde 33, en meteen na de voltooiing, een hele beroemde, is inderdaad is King Kong. En die beleef zijn laatste moment op de Empire State Building. Dus dat is ook wel, dat is een beetje ironisch. Hè. Zeppelin mocht dan wel niet kunnen landen, maar het grootste dier, tenminste mag je King Kong, heeft dan zijn laatste uur beleefd op de Empire State Building. Beetje wrang eigenlijk, hè, zou je zeggen. Maar goed, oké. Okay. Gaan we even koffie drinken, denk ik. Ik weet niet hoe laat het nu is. Vertel me het even als je... Ja, kijk, dat gaan we even doen. En als het goed is de prins de deur uit. En zijn zij nog een beetje in stemming en dan kunnen we daar even... Kan er misschien wat meer, dat zou wat beter zijn. Hè? Ik zit een beetje te schuiven in dit lokaal. Oh, ik zet hem even, laat hem even zo staan.
Ja, maar ik denk misschien wel de laatste highlight van het denken Art Deco, wat je hier hebt in New York. En dat is uiteindelijk het Rockefeller, het Rockefeller Center. Dat heeft uiteindelijk aanzienlijk al in zijn architectuur bijzonderheid. Maar, en dat geldt eigenlijk voor al die gebouwen dat je net over hebt, is het denk ook het ontstaan. Bouwen, het denk omkleed met ook wel, ja, eigenlijk dat cruciale moment denk in de Amerikaanse economische geschiedenis. Hè? Dat ik denk juist in de jaren 30 zijn voor ons ook in Europa, het een grote crisis. En ook in Europa, daar hebben we denk ik mee te maken, zeker in Amerika, misschien nog wel meer. Er zijn plekken in Amerika waar absoluut de hongersnood is, dat denk ik omwille van de economische malaise. En als dat de werkelijkheid is voor denk ik, dat een deel van de Amerikanen, ja, dat is daar tegenover die dan wel op wat choquerend, dat er een megaproject naam Rockefeller is automatisch al een naam die staat voor geld, hè, voor een enorm kapitaal. En zijn berust, hij komt er ook bij omwille van zijn kapitaal. Dus Rockefeller Center heeft dat zijn origine in het initiëren van een gebouw voor de opera in de stad. Het zou eigenlijk wel een operagebouw moeten zijn geworden. Dat is het uiteindelijk niet, maar de aanzet ertoe was gewoon een opera gezelschap in New York een onderdak te geven. Dus met een zeg maar, passende ruimte die de allure van de opera ook een beetje zou hebben ondersteund. Het begin van het Rockefeller Center wordt overigens al meteen bepaald, dus de bouw die wordt gerealiseerd, door het fenomeen van de zoning rol. Dus dat al eerder, 1919, meen ik, is er in New York verordoneerd dat wolkenkrabbers, dus met een hoogte, op een gegeven moment moet terugspringen. Omwille van de angsten, dat zou zeker in de plek zijn, dat als je recht toe, recht aan, naar boven toe door blijft bouwen, omdat de straten zeg maar minder en minder licht zouden krijgen. Dus misschien wat kunstmatig middel, maar de vormgeving van de Rockefeller Center is voor deels dat trapsgewijze, dat is voor een deel bepaald van door de simpele gedachte dat door te moeten trappen, dat meteen ook in het geval een differentiatie ontstaat. Dus beelden, als je daarop wilt hebben, ja, is dat eigenlijk helemaal niet zo onaantrekkelijk. Is dat wel uit noodzaak en uit een verordening, maar draagt ook wel bij tot een referentie. Er zijn natuurlijk ook wel velen die het vergelijk willen trekken tussen dit soort getrapte bouw in de jaren 30 en de getrapte bouw in het oude Mesopotamië. Suggestie van een ziggurat, ik denk dat je daar wel een beetje van hebt. Die wereld van die oude steden, Babylon bijvoorbeeld, dan zijn er van die getrapte cultusgebouwen die ook het beeld van de stad bepalen. Dus in die zin, ook door de sobere vorm überhaupt. Hè. Want deze heeft geen spits, hè. Dus niet verwijzing naar de gotiek. Dat is eigenlijk meer het simpele, maar wel imposante van het volume aan zich. Is daar die referentie. Het kan dus ook niet zo verbazen dat in de wereld van de beeldende kunst, hè, dit soort futuristische tekening wordt gemaakt. Hugh Ferris is de tekenaar. En die geeft als het ware een soort blauwdruk voor ook de architectuur van de wolkenkrabbers. Het is ook meer dan die ene toren. Het Rockefeller Center is een complex met ook weer bijbehorende zaken. Kijk, het begin is eigenlijk dit. Dus de gedachte bij het eerste ontwerp, 1926, is sommigen hebben geroepen een soort vulkaan, krater, te willen bouwen. Dan lijkt het een beetje op. Omgekeerd is in de latere tijd niet een holte, maar uiteindelijk ontwikkelt zich dat gebouw in de richting van juist naar een hoogte. Een soort omkeer. Dus wil je weten hoe het allemaal zit, dan zou ik zeggen, misschien staat het bij je boekenkast, kan. Of als je niet hebt, zeker aanraad om het een keer te kopen. Is het boekje Delirious New York van Rem Koolhaas. Ik spreek bijna meer van Rem Koolhaas. Ik denk dat je weet, Rem is ooit begonnen als journalist bij de HP Tijd. Heeft hij gewerkt. En die journalistieke kwaliteiten, die tonen zich dan ook wel in dat boekje, Delirious New York. Wat beschrijft hij daarin? De eigen ontwikkeling van de stad New York, naar aanleiding van een aantal gebouwen. Zoals je uitvoerig benoemd en geschreven, de ontstaansgeschiedenis van het Rockefeller Center. Ja, dat is een verhaal waar je, waarvan je nog eens hoopt dat een film zou kunnen worden. Want dat is drama. Volgens mij misschien wel
soms beroepen, dat de architectuur van OMA, hè, dus het bureau van Remco, was nog steeds wel iets verraad van dat, ja, van dat drama wat je denk bij denk film, dat ik even denk te zijn. Denk, dit is Rockefeller, en die komt pas na de 11e uur erbij, want dat denk, is er wel al, denk, zeg maar, en de crisis bepaalt niet net zeg maar, denk, in een zekere zin de toekomst van het project. Want het gebouw is denk, in de jaren 30 voltooid, en dan hebben we eigenlijk dus al over de buurtschap heen, over een periode waarbij denk, de financiering van een operagebouw denk, in New York, ja, zo'n bureau denk, commercieel totaal onverantwoord werd. Dus het project is er. Denk, een opera denk, gebouw realiseren is eigenlijk niet meer te doen, hè. Dat kan eigenlijk niet meer, vanuit allerlei ideeën. Maar het project is er wel. En dan denk, gebeurt iets heel vreemds. Ik denk, men blijft wel doorbouwen, maar men weet eigenlijk nog niet wat er mee moet. Dus dan denk, is de machine eenmaal in beweging gebracht. Rockefeller heeft zich aan gecommitteerd aan denk, dit gebeurt, ook financieel. Maar ik denk ook, denk, zeg maar, wat de architectuur gaat zich ermee bemoeien. Ik vind het een mooie foto. Want vertel iets over net waar die, ja, waar, wat er gebeurt. Die man die raakt helemaal verslingerd aan het project. Dat kan wel gebeuren, want het is geen toekomst voor het ding. Dat is eigenlijk dat überhaupt geen enkel idee welke richting het uit moet. Maar hij raakt geïnteresseerd in architectuur. Hij raakt geïnteresseerd in bouwen. Dus hij begint denk, zichzelf denk, dat, zeg maar, die droom toch voor te stellen van, dat, van het Rockefeller Center. Ik noem ze niet allemaal. Raymond Hood staat genoteerd. Die hebben we denk ik ook voorbij zien komen als één van de architecten. Maar in dat bereik denk, dat is dat gezelschap nogal wisselend. Want ik begrijp wel denk, dat de een alweer de deur uit wordt gestuurd om een plaats te maken voor de ander. En zo is het Rockefeller Center niet denk, zeg maar, door één signatuur bepaald. Er zijn een heleboel ideeën. Het slotakkoord is eigenlijk dus wel heel simpel samengevat. Niet uiteindelijk die trechteren, niet die krateren. Even misschien terug naar dit beeld van deze tekening. Dit was dus het operagebouw. En dan zou het eigenlijk natuurlijk heel mooi geflankeerd worden, ingerijmd door deze twee torens. Zoals dat een beetje betaamt denk, het klassieke gebouw, dat je een lange allee hebt, dat je dan twee poortachtige denk, elementen, en dan denk, dat voorbij die twee poortachtige elementen op een plaats aankomt waar dan denk, de opera als het ware denk, voor je. Dat was de gedachte natuurlijk omwille van de spiegelende aantrekkelijkheid. Zouden de hoekpunten van het perceel door die hoogbouw zijn bepaald? Nou, die hoogbouw is niet gerealiseerd. En dat operagebouw is dus ook de hoogbouw geworden. Dat is een geslijper. Dat is denk, zeg maar, dat ene, denk, dat is deze, dat is deze toer. Dat deze stuk was denk, de operagedacht. Nou, even uitdenken dat. Misschien ken je het. Denk, een belangrijke plek is nu dat het publiek schaatsbaan. Die uitdenken kent. Andere denk, minder geweten plaatsen, dat zijn de daktuinen, hier links en rechts. En het is al lang niet meer denk, de opera die hier denk, een belangrijke rol speelt, maar het zijn twee radio-ondernemingen, RCA en NBC. RCA heeft uiteindelijk de toren en NBC heeft uiteindelijk de blokken daaromheen. Wat is daar bijzonder aan? Dat er uiteindelijk studio's zijn ondergebracht en nog bijzonderder is voor het jaar tot 33. Dat er denk ik ook televisiestudio's zijn. Dus in die zin denk ik denk in medium televisie. Wat wij denk ik kennen denk ik in eind jaren 50 was net in Nederland. Dat doet zich in die zin denk ik hier al voor. Daar is al denk is men al mee bezig. We moeten ook denk naar twee plekken die vanuit deze perspectieven helemaal niet stedelijk op. Maar de vraag is zeker dat het landschap deze plek ja, heeft wel iets van denk dat soms willen makkelijk vergelijken plek met verzaaierachtige zeg maar, strengheid en aantrekkelijkheid. Maar goed, wij lopen even we lopen er even omheen eigenlijk. Kijk. Want dit, dat is eigenlijk de achterkant. Hè. Dan komen we bij de Radio City Music Hall. Dan is het dus van dat hele verhaal van die opera, en dus die optredens, is in die zin er weinig meer overgebleven, maar de ambitie om een theater daartegen te hebben is er wel. En natuurlijk in het kader van het hele verhaal niet een klein theater, maar denk, een theater met meer dan 6000 zitplaatsen. Dus denk, hè, ik ben een ondercursus bezig met een opera gebouwen. En dan is er een redelijke limiet dat zo'n 2500, dat is al heel veel. Dus 6000, dat is wel echt heel erg veel. Maar dat past ook wel een beetje natuurlijk in A, het ondernemen zelf, en B. Ja, misschien ook wel een beetje denk, toch bij de ambities die hier een rol spelen.
Het is die Radio City Music Hall, die meteen ook uiteindelijk een beetje een speerpunt. Hè? Iets vertelt me dat van die Art Deco, uiteindelijk misschien aan de buitenzijde nog niet zo, maar zeker aan de binnenkant. Laat ze het wel zien. En ik kan het natuurlijk niet omheen, dat is een beetje anekdote, uiteindelijk zijde. Maar ik denk dat vooral dat verhaal van die Radio City Music Hall, met dus uiteindelijk 6000 zitplaatsen, is eigenlijk een beetje denk ik, het ondernemen niet van hem. Maar hij moet er wel voor zorgen dat die theaterzaal dat die invulling krijgt. Russen, denk Roxy, was denk dat een impresario, denk dat een entertainer, denk dat een man met in ieder geval denk daar de kwaliteit op het gebied van denk dat van theater. Die zou met een, nou, die zou met een van de Ende kunnen verkrijgen. Als men zo denk even naar iets voorbij denk dat schiet. Ook net die naam Roxy, die is wel heel erg prominent in de wereld rondgegaan. Want er zijn heel veel dingen die scholen die heet Roxy. En de origine van die naam, die ligt dus in deze persoon. Want hij is verantwoordelijk voor de realisatie van. Hij is eigenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de Radio City Music Hall. Dan moet je bij denken dat de architecten die aan het werk zijn, moderne architecten. En hij daartegen was het man van het theater. En ik wil niet zeggen dat een en het ander betekent dat. Ja, het bijt elkaar toch een beetje. De moderniteit. Dat is uiteindelijk dat toch het verhaal van eenvoud, van soberheid. En hij daar heeft het juist voor theater en uitbundigheid. Dus de architecten die hem dat wisten als een partner, een collega, die riepen tegen hem, weet je wat, jij moet toch eens een reisje naar Europa maken. Maar ze waren bang dat als hij dat niet deed, dat een theater al te theatraal zou worden. Zij wilden dat die moderne door Europa te kijken. Dus gaan we eens in Europa, Bauhaus, gaan we ze dat sowieso. Nederland, de architectuur van Brinkman van de Vlucht ook door moet zien. Dat moest allemaal inspirerend zijn. Een man zit aan boord van een boot, ook nog met vader nog een weer. En dan heeft hij nog geen idee, tot het laatst. Tot ze denken, ja, het is echt te gek te horen. Dus een hele tour door Europa, om hem te moderniseren. En wat doet een man van theater, als hij dan tenslotte aan boord van die boot een zonsondergang ziet? Dan zegt hij tegen de andere dat weer. Dat is, we moeten een zonsondergang. Dus van strakke moderniteit naar toch weer het sentiment van het einde van de dag. Als basis voor de zaal. En dat is het ook geworden. En dan moet je bedenken, dit is niet zomaar, maar tijdens de voorstelling ging dit een aantal keren aan en uit. Dus tijdens de voorstelling niet alleen aan het begin, maar ook onder de wijl, dan lichtte de zaal weer op. En dan ging het licht weer uit en dat ging weer uit. En dan werd het weer donker. En dan werd het weer licht en dan werd het weer donker. Dus alleen al daarin, al nadrukkelijk theater, wat weinig te maken had met het theater aan zich. Ik denk dat wel zichtbaar is, een grote zaal. Ja. En ik denk dat ook zichtbaar is dat hier al wel, eerst maar even waar we het over hebben. Eerst maar even waar we het over hebben. Dat is alleen maar, we hebben net zo meteen dat de tribune, de oploop van de zaal gezien. Hoe maak je deze mensen uiteindelijk gelukkig? Dat was ook meteen de grote vraag. De opdracht was niet een kwalitatieve voorstelling alleen. Hè? Maar uiteindelijk net een dagje, dat was uiteindelijk een lopende zin, een dagje in de Radio City Music Hall. Dat zou uiteindelijk volgens Roxy, hij zei van dat moet eigenlijk net zo zijn als een maand op het platteland. En het verblijf platteland het ervaren als ontspannend. Dus dan zou je kunnen denken, als je even een voorstelling bij hebt, dan ben je helemaal. Maar om dat een beetje nog aan te zetten, heeft hij in eerste instantie het plan gehad om deze zaal tijdens de voorstelling vol te spuiten met lachgas. Die deed nog allemaal een beetje dat werd afgewezen door een veel te gevaarlijk ondernemer. Maar wat ze wel gedaan is ozon de ruimte in spuiten. Dat denk ik om daarmee toch in ieder geval qua frisheid toch de mensen het gevoel te geven dat ze een bijzondere beleving hadden. Dus dat is al, publieksmanipulatie zou je roepen. Een belangrijk onderdeel van de Radio City Music Hall is de toneelvloer. Dit is datgene wat zich onder die vloer bevindt. En waarom is het gemaakt? Stel dat je een voorstelling hebt die zich op zee afspeelt. Stel dat. Dan weet je dat de boten die door het toneel zijn gebouwd,
Die wil je denk ik, zeg maar, in de golf zo een beetje mee laten bewegen. Dat is wat je ziet. Je kon, de vloer kon worden denk ik, bewogen. Dus die kon denk ik, zeg maar, letterlijk een vuurlijke denk in een voorstelling. Een zeeslag bijvoorbeeld, denk, kon hier denk, op een hele overtuigende wijze. Het gaat allemaal om toneel en theater. Hè. En dan hebben we niet alleen over dit, maar er was denk ik, een hele dierentuin was aanwezig. Ik bedoel ook letterlijk een hele dierentuin. Bijvoorbeeld olifant. Dus de liften denk ik, die er waren denk ik, niet allemaal. Hè. Maar er waren liften denk ik, gemaakt denk ik, om de olifanten denk ik, naar hun verblijf te brengen. Ja, je hebt wel gezien, dan kun je inderdaad de plek niet anders dan naar boven. Dus denk ik, ook die denk dat ook dat was. Dus dat, weet je wat er ook was? Er was denk dat, er waren denk dat 700 mensen zo in vaste dienst. En denk, in dat kader van denk, al dat personeel was er ook denk, een balletgroep. Die waren in vaste dienst. Dus die hadden denk, een klein denk, zeg maar, een optreden daar. Maar er was ook denk, zeg maar, de ontspanningsruimte. Er was denk, de natuurlijke denk, oefenruimte. Dus al met al denk dat zeg maar een, ja, een bijzonder verhaal. Er was ook een medische post hè, waarbij ze denk dat ja, nou, je ziet het wel een beetje. Dus al met al denk dat de hele apparaat was er. En dan hebben we het helemaal over dat denk het kleine stukje Radio City Music Hall, wat dus denk van alle gemakken was voorzien. En daar zit ook een zekere tragedie. Daar zit een zekere tragedie. Blijf je zien. Kijk, bij de eerste voorstelling bleek het al denk een volkomen mislukking. En dat was gewoon simpel door het feit dat ook dit hier meegaat, dus eigenlijk te groot. Dus de diepte van de zaal, de omvang van het publiek, 6000 man. Je hebt er wel een beetje gezien, zit je ergens wat verder weg, dan wordt datgene wat op de buren gebeurt, al redelijke dingen onzichtbaar. Dus ook net als de Zeppelin bij de Empire State Building, dat denk alles uit de kast gaat. Dat denk nooit mee een bewegende vloer. Dat denk dat een ballet wat in vaste dienst bedoeld was om denk, regelmatig op te treden, maar men dacht ook in termen van het, ja, van het vaudeville theater. Hè. Dus denk, een goochelaar op de bühne die denk, het publiek zou kunnen enthousiasmeren. Maar ja, de man misschien zijn vaardigheden konden het wel, maar hij was gewoon niet te zien. Hij was gewoon niet te zien. Dus de eerste voorstelling werd meteen dat een ramp. Men heeft ook spoorslags het theater de deur gewezen. Men heeft met het spoorslags een groot projectiescherm uit de kast gehaald. En vanaf dat moment werd er Radio City Musical gewoon een bioscoop. Maar ik denk wel tussendoor, maar ze hadden wel een rol, maar niet meer zoals het oude theater. Dus ze kwamen wel voorbij, als de opening van de voorstelling en de onderbreking van de voorstelling. Het mooie moment, dit zijn de Rockettes. Hè. De Roxyettes, maar goed, dan ook dat genoemd daar de roodtafel. Ik denk dat met paas kwamen ze allemaal uit een ei. Dat was een highlight van het jaar. Ik denk dat Radio City Musical, daarna het theater, wel, ik denk dus naar tussendoor. De goers, ik denk dat het ballet op die manier denk, kunnen zien. Maar het vertelt iets over. Gaan we even binnenkijken? En dan is de verantwoordelijke, ik denk dat man voor de inrichting, voor een deel, niet alles, hè? Maar Donald Desk. Dat zal namelijk even, laat nu even namen passeren van het denk het vormgevers. Desky is wel uiteindelijk zeg maar een art deco naam denk in Amerika. En als we gaan even kijken. Hij heeft bijvoorbeeld uiteindelijk deze Ladies Powering Room heeft hij uiteindelijk gemaakt. Hè? Ook al mooi. Maar dan merk je die ambivalentie. We hebben de vorige keer art deco een beetje gedefinieerd. We hebben groepen uiteindelijk, ja eigenlijk dat is het verhaal van Duna 1, is het geologie, een hele pertinente geologie. Het meubilair en de spiegel zijn, vrij denk dat abstract en simpel. En dat tegenover stond, hebben we ook benoemd, ik denk dat het figuratieve, wat dan denk ik toch zo'n antwoord ook mag maken, dat het anders dan, denk ik, bij Victor Horta weer letterlijk wordt. Ja, dus we denken een beetje aan de Art Nouveau. Dan zien we uiteindelijk dat de Napoleonen nu voor een deel zich buigen denk over de wereld van plant en bloem. Maar bij hun, denk ik, is dat alleen maar een aanleiding. En hier bij Desky daartegen, dat wordt het weer een letterlijkheid. Dus er ontstaat een discrepantie tussen, ik denk dat de nogal pertinente abstractie, zelfs op high-tech met verlichtingen, en dan het beeld van de natuur. Kijk, dit is een bureau van Desky, gemaakt voor Roodavond, die had dus een eigen appartement, hè, boven de Radio City Music Hall, hè, dus in het gebouw, had zijn eigen appartement. En dat is misschien wel goed om daar even bij stil te staan, want het definitieve thema,
Ja, niet zozeer alleen de Art Deco, want dat merk je wel. Ik denk enerzijds wat, ja, wat tegensprakerig ook. Hè. Ik denk dat het materiaal is metaal en daardoor heel erg modern. Maar ik denk, zeg maar, het blad van het bureau daarentegen is weer nadrukkelijk in dat hout. En dat is van een grote zwaarte. En juist dat laatste, die zwaarte van datgene wat je ziet, ja, die maakt ook meteen het onderscheid tussen bijvoorbeeld het ontwerp van Desi en het Bauhaus. Als je daar bijvoorbeeld naar tegenover dit meubilair, het meubilair van het Bauhaus plaatsen, dat is ongeveer dezelfde tijd, hè, dan constateer je dat het staat heel erg hoog in het vaandel lichtheid. Daar is less is more. Nou ja, wat je over dit meubilair kunt zeggen, maar dit is niet less is more. Het is wel modern misschien. En het oogmodern vanwege geometrische eenvoud. Maar die wordt voor een deel weer een beetje gepareerd met de keuze en ook het gebruik van van het materiaal. Ja, dat is één. Ik laat even een schilderij erbij komen, goed, hè, om dat te doen. Want dit zijn de beelden van die depressie. En dit is economische malaise, doordringend in de schilderij van Edward Hopper. Hopper kent waarschijnlijk. Dat is een prachtig verslag van de tijd, zou je roepen. Hoe af en toe, hoe deprimerend ook de voorstelling mogen zijn. Door het solitaire, wat dan zelfs staat als eenzaamheid. Hè. Maar dat is even een beeld van de tijd. Hè. En dan zou je dus denken dat er ook geen, dat er ook geen zicht is op de toekomst. Hè. Dat je denkt van dit oogt, dit beeld alleen maar het nodig het schijnbaar uit naar om bij de pakken neer te zien. Om te denken, dit overkomt ons. En het opmerkelijke is dat in de wereld van vormgeving dat niet zo is. Dat nu zou je roepen, als dit werk economische malaise de werkelijkheid is, dan lijkt dat logisch. Ook te leiden naar een hang, tot een hang naar het verleden. Dan had je misschien kunnen verwachten dat de Amerikanen andermaal weer in de valkuil zouden zijn, de trap van van datgene wat hoorde het antiek. En dat gebeurt niet. Dat is het opmerkelijke. Op een van de mensen in de Amerikanen dat bezig een enorme veerkracht te tonen. Dat komt ook politiek. Door president Roosevelt, die dan de New Deal politiek introduceert. Je weet waarschijnlijk met de New Deal betekent gewoon nog een keer. Je zou kunnen nog een keer delen, zoals bij Kaart, New Deal. Hè. En wat doet hij daarmee? Ik denk iets heel bijzonders. Als overheid, dat staat niet meer aan de kant. Maar de overheid begint nu een rol te spelen. Als voor een deel elektrificatie van Amerika. Er wordt juist door Roosevelt een enorme zoom gegeven. Wat betekent dat? Dat een producent van elektrische apparaten nu ineens naar een afzetmarkt weet, die ze voor je tijd niet kende. Dus aan die hoek, aan die kant. Valt er iets te winnen iets te bereiken door juist in dat bereik van ook elektrische apparatuur, die nu in alle huishoudens een plekje kan krijgen, of in heel veel huishoudens, daar iets te doen wat met vormgeving. Je moet je dat even illustreren. Alle namen, maar ik denk dat ze, Donald Desky is wel een naam in de wereld van de vormgeving, maar Walter Dorin Teague is ook zo'n naam. Die hoort bij de jaren 30 en die misschien meer dan Desky belangrijk is vanwege de introductie. Ja, de introductie van dit. Dit is een ontwerp van hem. Dit is een ontwerp van hem. En dat maakt indruk, omdat daarmee in ieder geval dat de dingen die voor ons logisch met elkaar verbonden zijn, wat ontkoppeld raken. En de logica is eigenlijk de vormgeving die je ziet, die denken automatisch in de wereld van snelheid. En dan denken we de vormgeving stroomlijnen, zo heet dat. Dat die vormgeving ontwikkeld is in de wereld van dus de automobiel of de. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Het is nu zo dat ook auto's, dat gaat zo komen, de vorm vinden die bij hun past. Maar het heeft een hele tijd geduurd voordat auto's de vorm vonden die bij hen paste. Want voorheen waren de vormen van de auto gebaseerd op datgene wat voor je tijd was, en dat waren koetsen. En als we naar heel veel auto's kijken, dan zeggen we uit de jaren 20, dat die nog wel heel nadrukkelijk zichtbaar hun origines hebben in de koets. Dus het is niet zo dat de stroomlijn per definitie hoort bij de auto. Dat is een vondst later. En die vondst is ook niet alleen maar gedaan in het domein van de automobiel, maar die vondst is gedaan sowieso in de wereld van objecten zoals dit. Dit is een ontwerp van Walter Tieck.
En dat komt nooit van zijn plaats en toch heb je de indruk dat dit snel is. En je zou denken, ach, een soort, als je kinderen ernaar zien, dan denken die, denk, dat voel ik aan een sleetje waarmee je zo huppa, de weg af kunt roetsen. Maar dat kan niet. Nee, het is een radio die thuis gewoon staat en nooit van zijn plaats, en toch drukt die uit. Dan denk je iets van snelheid. En in een tijd van economische malaise, zeg maar rustig, dat denk je niet alleen stilstaan, maar weer achteruit gaan. Ja, is het eigenlijk als we denken de versnelling juist vooruit? Denk, als je dit in huis hebt, en dat is een vormgeving die niet bestaat zoals de eerder artikel bij luxe materiaal. Hè, wat we denken in Parijs ook zien. Daar werden allerlei houtsoorten, we denken ambachtelijkheid in de kast gehaald. Nee, nu komen de objecten voorbij die relatief goedkoop te produceren zijn, die massaal te produceren zijn. En de radio is zo'n noviteit in de jaren 30. En die dan ook nog eens een keer aantrekkelijk wordt door zijn vormgeving. Die net iets uitdrukt van het denken nieuw. Misschien wel de kampioen van die stijl, hè, van die stroomlijnstijl, is Norman Bell Jennings. Norman Bell Jennings. Dus zijn namen te noemen, denk ik in dit geval. Het is moeilijker dan om de een of de ander te duiden als de uitvinder van de stroomlijn. Maar zij eigenlijk in de zin zijn allemaal wel. Hè. Of nou, we denken dat Dorian Peek noemen, of we denken Norman Bell Jennings, denk ik noemen. Ja, ik denk erbij, anders ik doe dat dan toch, maar ik kan het ook niet laten. Ik vind het altijd zo leuk om even te kunnen vertellen. Ik denk, herken je het gezicht? Herken je het gezicht? Herken je zijn dochter in mij? Nee, ik denk dat nooit naar Diane's die gekeken, naar Miss Ellie, ik denk dat nee. Barbara Bell Jones, ik denk ze, ja. Nou, dus jij weet waar wij het over hebben. Dus dan ben ik het gewoon weer meteen kwijt. Nou, gewoon leuk om even te weten. Maar waar het ons om gaat, toen dat de stroom, hè? En dat is eigenlijk, het is een ontwerp van Bell Jellis, 1934, hè? En dat maakt indruk, hè? Ik bedoel, een realiseerde stroomlijn is er nog niet. Nu kijkt hij ons aan als een soort, ja, een beetje raar tekst, maar een futurisme van de verleden tijd. Maar toen was het echt futurisme. Ik bedoel, toen was het echt, dat zeg maar de nieuwe tijd die ze aankomt. Er zijn natuurlijk twee, het is een perron, er is een tweetal treinen die naast elkaar staan, zo'n oud locomotiefje. En dan staat deze naast. We weten dat die kunnen eigenlijk naar allebei even snel, hè, maar 10-1. Hè. Als je dan toch op dat perron de keuze hebt, dat je denkt van ja, maar ik ga met deze. Want deze gaat niet snel, maar heeft gewoon een aura van snelheid. Dat geldt niet alleen voor de trein, dat geldt ook voor de auto's. Het is ook een ontwerp van Norman Bell Jellis. Dat is de airflow, daar komen we natuurlijk weer toch weer terug. Dat is de airflow van Chrysler. En je ziet de taal zijn een beetje hetzelfde. Heb je een beeld van de oude auto's? Dat zijn koekblikken of wielen. Heb je nu een beeld? Nu maakt het niet meer de hypermoderne indruk. Maar in een zekere zin, in die tijd was hij echt was het een futuristisch auto. Die onder de motorkap niet zo heel veel anders bood dan, dan de collega's, maar die in een vormgeving dat iets bood wat de anderen niet hadden. Hè. Je weet ook, hè, en dat maakt het voort ook wel een beetje een wat conservatieve ondernemer. Die liep ik heb een enkele zwarte. Maar Chrysler daartegen, die kozen voor om een heleboel kleuren op de markt te brengen. Daarmee ook, het open, kijk, voelt het, dat is heel zwart. Maar nu ineens, dat kon je auto als huis, zoals dat soort tegenwoordig zo mooi heet, die kon je personaliseren. In die zin, je kon een kleur kiezen. Dus ik doe de rode, en wat krijg je dan natuurlijk in een straat? Dat er allemaal van die koekblikken staan, die fortjes. En dat dan een van de buren om de hoek komt chasen met deze airflow. En die maakt dan enorme indruk. Met de vormgeving van de auto. Die auto's zijn eigenlijk best wel grappig. Dat denk ik veel minder laat zien van de inhoud dan de oude auto's. Want de oude auto's, daar kun je ook heel duidelijk aanwijzen wat zich daar en hier bevond. Hè. Die stroomlijn is in een zekere zin een mystificerend middel. Waardoor alles wel tot een eenheid wordt gebracht. En de eenheid is met snelheid. Maar aan de andere zijde niet hier form follows function. Dat is ook niet het verhaal van een auto die kijkt. Ja, ja, 1936, hè. Norman Bell Jellis heeft hier de vormgeving, dus hij is de vormgeving van deze. Maar hij droomt nu wel ook inderdaad over anderen.
Het geeft dus het denk vorm aan iets, want het denk wel een soort, ja, het ziet bijna aandoenlijk uit. Hè? Maar het is wel, het denk voor dat moment, het denk voor heel veel mensen, het denk dat een heerlijkheid, hè? In een tijd van dus, het denk malaise, dat het denk aan de andere kant mensen zijn die dit het denk voorstellen. Hè? Dat levert dus het denk, en deze is wel degelijk gevormd. Dus wel het denk, en, kijk even die tankauto's die komen bij zo'n benzinestation, het denk dat voorbij rijdt. Een optelsom der dingen. En deze noten in Texaco rood geschilderd, hè, ook nog. Ja, maakt u wel indruk omdat die eenheid is. Alles is ondergebracht in die ene vlak die vorm, die drukt snelheid uit. En als dan zo'n auto bij het benzinestation voorbij komt rijden, om dan de benzine in de tank te doen naar beneden onder de grond, dan wil je natuurlijk als automobilist wil je daar deel aan hebben. Al heb je misschien al zo'n oud fortje. Maar dan is de benzine wel afkomstig uit die gestroomlijnde en dingen met de tankauto. En weet je wat nou leuk is? Ik denk Norman Bell Jettis is dus ook hier weer de vormgever van. En wat maakt al indruk, want ik zei net, ik denk dat de gebruikers van de Cloud Club in de Chrysler-beurling, dat zijn de namen werknemers van, van Texaco. En het was niet zo dat de automobiel van Chrysler. Dat vormgegeven door Norman Bell Jettis. En wat doet die Norman Bell Jettis? Die geeft ook de firma Texaco zijn corporate identity. Want dat ontstaat nu voor het eerst. Texaco is echt een ondernemende firma. Die heel goed begrijpt dat mensen geënthousiasmeerd kunnen worden door het merk. Maar dat je hun vast kunt houden. Als je langs de weg steeds jouw station. Dat hij met herkenbaarheid inkleedt. En let nou op de architectuur. Dan is die uitdrukking dus gelukkig net weer gerestaureerd. Maar dit is stroomlijn. Dit is stroomlijn. Hè. Dus en de hele firma is gestroomlijnd. Want wat doen ze behalve dat de tankstations uitdrukken. In Nederland kennen we de firma Fina. Die ook van die typische Fina-stations in Roermond bijvoorbeeld. Als je de stad bijna inrijdt. Gerestaureerd worden. Maar dat zijn allemaal tankstations, het firma's, die hebben begrepen dat je met vormgeven is ook meteen realiseren van een identiteit. En dus staat dan aan het tankstations aan deze man, en die is ook altijd dezelfde. Want die hebben ineens allemaal uniform maken. Kijk, dit petje, dat herkent iedereen. En wie is dan de vormgever van dit logo? Norman Bell Jettis. Dus de man die de stroomlijn uitvindt, die bedient dus Chrysler. Want dit is de vormgeving van auto's. Maar een beetje aan de andere kant van de slang zou je bijna roepen, bedient hij ook die firma, die leveranciers van de brandstof voor die auto's. Dus die Jettis zit als het ware er middenin. Ik zeg zelf, hè. Dus het is wel 1937, maar als dan de straat vol staat met deze. En je buurman komt binnenrijden met deze. Ja, wat wil je dan? Ik denk dat de keukenkamer het liefst tegen spreken. Dat je er ook in wilt. Nee, dus wat je hier ziet is, er zit nu met bedoel, niet chargeren, te makkelijk worden, maar de snelheid zal iets meer zijn. Maar dat is niet helemaal, dat is het niet helemaal. Dit is gewoon ook uiterlijk een hele snel. Die gewoon letterlijk lijkt tot de wil en aandrang om het te hebben. De stroomlijn wordt wordt eigenlijk met het middel om producten aan de man te brengen. En waarom? Omdat aan zich als het gaat om de arbeid, dus de materiële investering op de vormgeving. Stroomlijn is niet duur. Als je het over ornamenten is het vaak kostbaar, maar de stroomlijn, kijk uiteindelijk ook een slagen om de hoek. Hè. Ik begon met dit, dit is ook eentje uit midden jaren 30. Dan heb je oude slagen, slagen nog met een mes plakjes snijden. Je hebt een buurman gekregen, een jongen die zeer ondernemingslustig, dan dit ding op de toonbank. Van mijn ook bij slaag zeggen dat ding ook zo vaak op de toonbank staan. Omdat je onder indruk kunt raken van de snelheid waarmee die lapjes eruit komen rollen. Want dat is wel de bedoeling. Hij gaat nu weer nooit de lucht in. Maar hij lijkt alsof hij in een windtunnel getest heeft en wel die mogelijkheid heeft om het luchtruim te kunnen kiezen.
De stroomlijn, denk niet dat het met de auto alleen te maken heeft. En realiseer vooral, als deze op de toonbank bij de slager staat, dat dan een vliegtuig in de lucht nog met recht naar beneden kisten mogen worden genoemd. Want ja, dat verhaal van een vliegtuigstroomlijn, dat laat nog wel even op zich wachten. Dat heeft nog even tijd nodig, tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dan pas geen vliegtuigen echt, voor je tijd zet nog echt, net zoals de auto's ook. Met name door rechtheid. Kijk, dit wil je gewoon. Ja, ook een firma uit de jaren 30, die op die wijze misschien hebben jullie het ook ervaren, maar maandagmorgen wat mij betreft, echt het hoogtepunt van de week. Want dan moest mijn moeder stofzuigen en dan mocht ik op de stofzuiger zeggen. Dus stroomlijn, de snelheid, dat is wel. Ja, dat is wel en dat is stelling voor. Dus zelfs als in materiële zin, als de wereld misschien wat goedkoper moet worden, omwille van het aan de man kunnen brengen van het veel. Hè. En de keuze is om die daar ook voor. Kijk, dit valt moeilijk aan de man te brengen. Dat denken wij nu achteraf. We zijn niet meer zo van plastic. Maar als plastic, als bakkeliet. Als dat eind jaren 30 uitgevonden is, dan krijgt dat meteen zijn vorm. De stroomlijn wordt zo toch relatief materieel gezien, een goedkoop object, wordt ineens iets om te hebben. Dus wat doet de stroomlijn? Die is ook bezig om te democratiseren. Dan houdt ook in dat niet alleen weer de kleine elite, maar dat een veel bredere wereld zich dit kan veroorloven, omdat het bereikbaar is. En men wil het, dat is de selling point, zou ik kunnen zeggen, omwille van de futuristische vormgeving. Er staat nu niet meer bij stil, maar ja, ook heel veel van het bakkeliet zijn verzamelaars die die hebben dat in huis. En dan al dat wat daar staat, heeft dat op een of andere wijze die stroomlijn tik meegekregen. En dat kan in dat materiaal, dus dan kun je daar mee uitdrukken. En dan kunnen we ook in de snackbar om de hoek en de hamburgerwinkel in de buurt kunnen allemaal zich bedienen van die stroomlijn, van het nieuwe materiaal ook, maar van die vormgeving om dat te laten worden tot het uithangbord van hun eigen moderniteit. Dat was het. Dus straks naar huis en dan niet meer naar Art Deco, ja wel naar Art Deco, maar dan naar Art Deco. Na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat er net ook hier weer post uitvalt. Dus dat wordt ook een hele belangrijke voor. Dus wat weet je nog met de architectuur? Nou, kijk, we zijn nu met een soort vormgevers, die net zo eerst geweest. Volgende week, dan gaan we nu terug naar, misschien wel de grote architect van, de Amerikaanse, eerste Frank Lloyd Wright. En je zult merken dat Wright, in zijn ontwikkeling, ook wel van Art Deco, dus iets waarvan je dan moet, stroomlijn. Guggenheim Museum bijvoorbeeld, net zo 59 voltooid. Het eerste ontwerp van het Guggenheim Museum is uit 1942. Maar past dat wel een beetje bij de spiraal die hier ook een beetje gedaan is. Maar dat moet ik niet. Oké, dank u wel.
Nou zit ik een beetje gek. Is goed wat ik doen. Ik zet hem even op tafel, dat is misschien wel handig. Ik ga zo toch een beetje aankijken. We zaten even in een andere ruimte. Dat moest vanwege het bezoek van Prins Carnaval. Nou, iedereen natuurlijk hier in huis enthousiast. We zaten voor het eerst in het en ook misschien, ja, ik denk gewoon absoluut voor het laatst. In een lokaal waar we uiteindelijk net in ieder geval de ruimte hadden denk om wat tafels. Dus we konden ook net even schrijven. Misschien hebben jullie het ook gedaan. Voor jullie uiteindelijk nu ook de mogelijkheid om de les nog gewoon terug te kijken. En dat zometeen, ik ga net meteen aan de slag. Haal ik de oude les van vorige week eraf en dan komt deze uiteindelijk net weer ter beschikking. Tot en met uiteindelijk net volgende week maandag. Goed, begin van de week, maar goed, alvast een hele goede de komende tijd. Mooi weer, hopelijk. En dan tot de volgende. Tot ziens.